wekelijks een persconferentie geeft en waar wereldwijd de stapjes boven of schepjes bovenop doen. Maar om een of andere reden gebeurt het niet. Dus dat is het moeilijke aan dit vraagstuk. Ik vind het wel bizar. Heb je de documentaire gezien van David Attenborough? Nee. Nou, dat moet je echt nog even doen. Die spreekt wel in de lijn van wat jij ook eigenlijk schetst. Dus ik heb een beetje op internet gezocht en ik kwam een heel leuk filmpje van jou tegen waarin jij een oproep doet voor klimaatambassadeurs van de toekomst. Klimaatambassadeur van de toekomst, wat wordt er dan van je verwacht? Ja, dat is leuk. Dat filmpje heeft best veel opgeleverd. Er zijn heel veel jonge mensen geweest die zich hebben aangemeld. En inmiddels is er een groep van 8 jonge klimaatambassadeurs begonnen. Oké. Dus je hebt 8 inzendingen gekregen? Nee, ik heb veel meer inzendingen. Het waren tientallen inzendingen. En veel mensen die echt gemotiveerd aangaven waarom zij mee zouden willen doen. En als ik heel simpel samenvat wat we ermee proberen te bereiken, is juist jonge mensen te identificeren die buiten de al bestaande klimaatbubbel dat verhaal zouden kunnen vertellen. Er zijn er heel veel die al actief zijn op dit vlak, maar er zijn er ook die dat misschien wel wilden, maar niet wisten hoe. Dus in allerlei verschillende sociale groepen, achtergronden, ook beroepsgroepen, hebben we nu jongeren gevonden die dat gaan doen. En dat is eigenlijk wat ze aan het eind van het jaar moeten kunnen, om in hun eigen omgeving dat verhaal te vertellen en mensen te inspireren en te motiveren. Hm. En afgaande op de eerste 2 maanden en de eerste paar bijeenkomsten gaat dat heel erg goed komen. En zitten er ook mensen uit het noorden bij? Jonge mensen? We komen niet noordelijker dan... Nee, we komen niet boven de lijn Zwolle, geloof ik. Okay. Misschien kan dat nog. Nou ja, deze 8 zijn we nu mee onderweg. Maar ja. Het is zo leuk en zo succesvol dat ik niet uitsluit dat we daar volgend jaar weer een nieuwe groep aan toevoegen. Oké. Hey, en ik heb ook een beetje advocaat van de duivel. Maar hoe kun jij optimistisch blijven terwijl jij ook werkt voor een overheid die niet altijd groene keuzes maakt? Kijk, we zitten in een systeem vast dat ons heeft gebracht waar we nu zijn. En om dat te veranderen, moet je soms gebruik maken van datzelfde systeem. Hè? Het voorbeeld wat ik net gaf over vliegen. Het liefst zou ik niet vliegen voor mijn werk. Nee. Maar toch moet ik dat af en toe doen. En dan verantwoord ik dat voor mezelf. Dat is voor de goede zaak. Ja. We hebben ook te maken met andere randvoorwaarden die maar langzaam veranderen. En de politiek is er daar zo één van. Ik prijs mij op dit moment gelukkig met een kabinet dat mij ruimte geeft en dat veel ambitieuzer is dan het vorige kabinet. Maar tegelijkertijd blijft er nog veel te wensen over. En daar werk ik aan mee, van binnenuit. En daar werk ik straks als burger ook weer aan mee, gewoon door naar het stemhokje te gaan. Ja, dat snap ik. Hey, hoe helpen deze keuzes jongeren om toch nog een beetje optimistisch te blijven? Door te focussen op die dingen die wel gebeuren. Het prachtige initiatief waar jullie mee bezig zijn, is zoiets van je kunt veel zelf doen. Er ligt veel in je eigen invloedssfeer. En probeer dus ook niet al te veel te kijken naar die dingen waar je niks of weinig aan kunt veranderen, maar vooral wat je zelf wel kan bijdragen. Maar het is wel degelijk een bekend fenomeen dat hoe meer je je verdiept in klimaatverandering en alles wat er aan het gebeuren is, dat je daar depressief van kunt worden. Ja. En daar moet je mee om leren gaan. En dat zie ik ook aan die groep jonge klimaatambassadeurs waar we het net over hadden, dat die, nieuw als ze zijn op dit thema, en we hebben ze ondergedompeld in de klimaatwetenschap ook, ze dachten, ja, dit is een probleem dat is zo groot, dat is te groot voor mij en voor wat ik eraan kan doen. En we zijn nu bezig om dat weer behapbaar te maken en terug te brengen naar je eigen handelingen en je eigen handelingsperspectief. Oké, tot slot, Marcel, denken we dat we die 3 graden opwarming, dat we dat nog tegen kunnen gaan? Ik ga daar vol voor. En als ik er nu al van overtuigd zou zijn dat dat niet zou lukken, dan zou ik bij wijze van spreken beltje bij neergooien. Ja. Er is nog veel aan te doen. En daar kunnen wij als burgers ook wat aan doen, als kiezers wat aan doen, als consument wat aan doen. Als fossielvrij weekend. Zeker. Wat zeg je? Als fossielvrij weekend kunnen we er wat aan doen. Precies, precies. En ik vind dat een geweldig inspirerend voorbeeld. En ik hoop dat dat veel navolging krijgt. En dat we over een tijdje niet meer over weekend, week, maand, wat dan ook spreken. Maar dat gewoon het nieuwe normaal is. Net zoals we dat bij COVID-19 af en toe zeggen. Precies. Oké, Marcel. Ontzettend bedankt dat jij op deze manier even aanwezig wilde zijn. En ik wens jou heel erg veel succes. Want jij moet wel een lans voor ons gaan breken. Dankjewel.
Ik ben druk bezig. Dankjewel. En jullie ook veel succes. Yo. En veel plezier ook erbij. Dankjewel. Tot ziens. Hoi. Yep. Hoi. Oké, lieve mensen. Dat was Marcel Beukenboom, klimaatgezant. Super toffe gast, vind ik. We gaan nu ook naar een hartstikke toffe gast. Ik heb hem zien fietsen. Ik heb al een filmpje gezien. Dat is Job de Ruiter en ook Leentje Zwart komen zo meteen aan het woord. Maar we gaan eerst kijken naar het filmpje. Ik ben Wilbert, archeoloog en paleontoloog. En ik ben gek op fossielen. Nu heeft het Fossielvrije Weekend mij gevraagd om een aantal fossielvrije innovaties uit te testen. Hoewel ik natuurlijk geen fan ben van fossielvrijheid. Toch ga ik bij hen langs. Ik vraag ze wat er precies fossielvrij is aan hun innovatie en test die innovatie uit. En als de innovatie me bevalt, dan zeg ik, je krijgt van mij het fossielvrije dino-ei. Goeiedag. Hey, hallo. Hallo. Job, we zijn aan het filmen voor het fossielvrije weekend, maar ik ben hier bij een school. Hoe zit dat? Ja, dan moet je juist bij een school zijn. Wij zijn de studenten van de toekomst aan het voorbereiden en de toekomst wordt fossielvrij. En dat zie je ook aan onze, ja, waar gaan wij mee bezig? Duurzame mobiliteit, waterstof, fietstechniek. Dat is alles waar wij als school zich echt volop inzetten. Ja, ik was het adres aan het intoetsen en dan zie je Noorderpoort Automotive. Ja. Maar we hebben het nu over een fiets. Hè? Hoe werkt dat precies? Welke rol speelt die fiets in dat onderwijs nu? Het onderwijs, nou, dat komt mede door onze locatie Groningen. Groningen is natuurlijk de fietsstad bij uitstek met 45.000 studenten. We hebben alles wat met fietsmobiliteit te maken heeft. Maar ook de bereikbaarheid van Groningen. Er wordt de ringweg omgezet. Wij moeten gewoon veel meer op andere mobiliteit gaan leunen dan alleen maar op auto's. Ook al zijn wij wel oorspronkelijk autoschool. Maar de fietssnelweg van Assen naar Groningen, naar Hoogkerk, Drachten, al die kanten op. Dus de mobiliteit wordt anders. En ook al willen we dat nog niet, sommigen, hè, mijn leeftijd, maar de jeugd wel. Die willen hier echt graag op die fietsen zitten. En als je dan, ik heb zelf nog een oude gezelle, maar als je dit ziet, dit is ook echt high-tech. Dit is echt fantastisch om te zien hoe de huidige fietsen gemaakt worden en ook, ja, wat daarvoor nodig is. En daarom zetten wij vol in op onze fietstechniek. Want daar is eigenlijk te weinig aandacht voor. Mensen vinden het niet sexy, fietsen vieze handen hebben. Nee, een fiets, dit is gewoon met computer aansluiten. Dit is een techniek die eigenlijk vergelijkbaar is met auto's. Dus dat wordt erg onderschat. Is het veel ingewikkelder dan een auto? Sommige dingen zijn echt veel ingewikkelder, ja. Die versnellingen zoals ze hierin zitten, die derailleur en de overbrenging naar het stroom, is vrij complex. En de auto's zijn natuurlijk verder, hè. Dan praat je ook over navigatie, veiligheidssystemen en dergelijke. Maar op fietsen zit veel meer techniek dan de leek denkt. Is wat jou betreft de fiets ook echt de toekomst? Mee de toekomst, want we hebben natuurlijk ook fossielvrije auto's. En dat zal een combinatie zijn en dat is het leuke van onze opleiding. Je hebt, en het overlapt elkaar ook met de elektriciteit van deze fietsen, de scooters en de auto's. Er zit heel veel overlap in. Dus dat maakt het ook zo mooi voor ons om het te combineren. Ik vind het mooi om te horen, maar ik ben ook fan van fossielen en van fossiele brandstoffen. Dus ik moet nog wel een beetje overtuigd worden. Mag ik misschien een rondje op jouw fiets om het te testen? Ik zei, onbekend maakt onbemind, dus graag ga erop fietsen. Moet je wel een helm opzetten, want het is een snelle jongen. Ja, en Job zei het al. Netjes een helm op, want hij gaat heel hard. Ik ga uitproberen of het echt zoveel beter is dan een auto bijvoorbeeld op fossiele brandstoffen. Ja, ik kan wel zeggen dat dit eigenlijk gewoon een stuk leuker is dan een auto en ik ga ook harder, volgens mij. Dus dat is alleen maar mooi. Ja Job, ik ben gewoon overtuigd hoor. Kijk. Ja, wat mij betreft krijgt het op het gebied van duurzaamheid 5 eieren, kwaliteit 5 eieren, fossielvrijheid, nou ja. 10 eieren. Toch 5, want dat is de max. En wat betreft levensgenot al helemaal 5 eieren, want dit is gewoon echt een plezier om op te rijden. Ja, ja. Mooi. En laten we hopen dat er nog veel mensen gaan klussen hieraan, maar voor nu krijg je van mij het fossielvrije dino-ei en die plak ik hierop, want ik zeg Noorderpoort, goed bezig. Kijk, dankjewel. We zijn er trots op.
Ben jij nu benieuwd of je ook meer kan gaan reizen of rijden op een fossielvrije manier? Ga dan naar de website van het Fossielvrije Weekend of download de app. Super cool. Nou, Job de Ruiter, welkom. Hartstikke mooi dat je er bent. Moet je ook een rijbewijs hebben voor deze fiets? Nee, ja, je moet het wel goed verzekeren en je mag niet op het fietspad, maar rijbewijs is niet nodig. Oké, okay, maar je moet wel een helm op? Ja, je moet wel een helm op. Want wat voor snelheid hebben we het op deze fiets? 45, 50. Oh. Ja, een beetje voorover, dan krijg je meer snelheid. Maar, dat ligt er niet op? Dat ligt er niet op, nee. Een hoop automobilisten hebben er ook goed last van. Ja, hè? Ja. Mag je wel op fietspad? Mag niet op fietspad. Oké. Okay. Nee, maar heb je geen bromfietscertificaat? Een plaatje heb je achterop. Maar het is volgens mij tenminste geen rijbewijs. Oké, okay. Nou, bijzonder. Als je zo snel gaat, dan kan gek gaan. U heeft het in het filmpje over student van de toekomst. Ja. Hoe ziet hij eruit? Ja, dat is een student die eigenlijk niet meer zozeer op de school zit, maar echt in de praktijk aan het werk is. Die gewoon vraaggestuurd onderwijs aan ons vraagt en op de werkplek bezig is en wij gaan hem begeleiden. Dus veel minder het ouderwetse schoolsysteem zoals wij dat hadden, maar gewoon vraaggestuurd onderwijs. En dus niet meer in de bankjes? Niet meer in de bankjes, een stukje in de bankjes. Maar door de corona wordt het ook versneld. Hè? We hebben nu helemaal geen bankjes, of te weinig bankjes. Dus we zijn al een hele andere manier bezig om de kennis over te dragen. En daar is toch afstandsleren bij. Ja, en wat bedoel je met afstandsleren? Dat ze echt online les krijgen? Online les krijgen, maar het contact missen ze enorm. Dus wij zijn toch aan het kijken hoe we toch een echt fysiek contact krijgen. En op dit moment doen we dat één keer per week, per groep. Dat we ze toch elkaar laten ontmoeten, maar ja, wel op die anderhalve meter. Dus we hebben maar een paar grote ruimtes waar we dat kunnen doen. Want je zegt ook, ze moeten bijvoorbeeld aan die fiets sleutelen. Ja. Ja, dat kan online, kan dat niet? Nee, dat kan niet. Dus vandaar dat we wel de theorie of technieklokalen waar we ze op afstand sleutelen. Maar daar merken we wel dat er een bepaalde afstand is. Dus wij doen heel veel beroep op de stagebedrijven waar de jongens lopen. Dat die ook een stukje van de begeleiding overnemen en ook de trucjes leren. Ja, precies. Een soort werken en leren is als dat. En we hebben heel intensief les, want je hebt groepjes van 7 man. Die mogen in die hele grote werkplaats. Dus een hoop studenten leren er veel van, want ze krijgen veel meer één op één aandacht. Ja, precies. En dan kun je ook beter afstand houden? Kun je ook beter afstand houden, ja. Hey, wat is de afgelopen 20 jaar veranderd op Noorderpoort? Nou, het kwalificatiedossier is er nog steeds, maar wij moeten precies dat volgen. En de docent die bepaalt wat er gebeurt, wat er in de boeken staat. En nu zie je een enorme verandering komen met samenwerken met het bedrijfsleven. Vraag gestuurd nogmaals, wat hebben wij nu nodig? Wat hebben jullie nodig wat de student kan? En daar gaan wij gericht onderwijs op schrijven. En de samenwerking is veel groter dan het was. En je hoeft niet alles meer te kunnen. Hè. Het gaat om wat er gevraagd is. Welke competenties moet je hebben? Daar richten wij ons veel meer op. En wat wordt er gevraagd? Vakmens. Echte vakmens. Gewoon. Zowel ook de huidige techniek. Hè, dus met name computergestuurd. Het zijn ICT'ers. Het zijn niet allemaal sleutelaars. Zeker bij fietstechniek. Iedereen denkt dat een kettingspannen is. Ja, maar, dat denk ik eigenlijk wel. Hoor. Als je een achterband wil vervangen, dan moet je de motor eruit halen. Dan moet je hem weer programmeren. Dus er zit veel meer ICT bij dan je denkt. En wij zoeken dus ook niet alleen maar sleutelaars, maar ook jongens die logisch na kunnen denken. Die ook diagnoses kunnen stellen. Ja. Die ook storingen kunnen vinden. Ja. Een fietstechnicus is geen fietsenmaker meer, maar het is echt een fietstechnicus. Dus zowel op elektronica als de storingen zoeken die in de fiets kunnen komen. En hydrauliek op remmen, automatische versnellingsbak op een fiets. Je denkt, waar heeft die man het over? Ja. Maar het is er echt. Ja. En dat weet bijna niemand eigenlijk. Dus we hebben het nou over elektrische fietsen. En hoe zit het met elektrische auto's? Ja, elektrische auto's, daar zijn we al mee bezig. Waterstofauto's hebben wij nu ook als een keuzedeel om de studenten mee te laten zien wat allemaal mogelijk is. En het enthousiasmeren van de nieuwe mobiliteit. Want het zijn allemaal petrolheads die bij ons binnenkomen. Maar ze moeten eruit gaan. Wat zijn het allemaal? Petrolheads. Oké, okay, ja. Ze moeten dikke verjaagd zijn en een beetje lawaai maken, zo dat idee. Maar ze moeten ook, dat onbekende en onbemind had ik net ook al genoemd. Maar zij moeten weten hoe mooi de nieuwe mobiliteit is. Hoe snel een elektrische auto is. Wat fantastisch dat je uitlaatgassen van een waterstofauto is gewoon water. Ja. Nou, dat moet je ook realiseren. En dat doen ze meestal niet. Dus dat is onze uitdaging om ze te enthousiasmeren voor de nieuwe mobiliteit. En wordt zo'n petrolhead ook wel enthousiast van een elektrische auto? Nou, wat wij dus gedaan hebben op school, om een voorbeeld te noemen, is echt een project, een excellentieprogramma. We hebben een kever gekocht in 1976. Oh ja.
En die zijn we aan het ombouwen tot een elektrische auto. Alle disciplines zijn er dan in. Hè? Dus zowel commercieel om die auto te kopen en daarna als deelauto in te zetten. Autoschade die hem compleet stript en weer helemaal spuit en weer in de kleuren gewoon mooi maakt. Ja. En de autotechniek die motor eruit haalt. Het grote ergernis van de wat oudere docent die denkt van ja, maar dat geluid van die kever gaat weg. Ja. Dan neem je er maar op een bandje. En dat is dan dus zo'n petrolhead eigenlijk. Ja, maar die is nu wel enthousiast. Hij rijdt nog niet, maar zodra die klaar is, hoe snel een kever dan rijdt. En het gewicht van die kever voorin, hè, dat hij altijd zorgt, want de motor zit achterin, was veel te licht voor. Ja. Een beetje wind en was mis. Nou, daar ligt nou het accupakket. Dat is een fantastische wegwerking. Ja. Super cool. Hey, er zijn vast ook scholen zijn nu aan het meekijken. En hoe kunnen die nou zo'n stap maken die jullie nou de afgelopen 20 jaar ook hebben gemaakt? Ja, dat is heel veel contact met de markt hebben, vooruitkijken, visie proberen te krijgen. Ga mee met je tijd. Blijf niet stilzitten op je huidige onderwijsprogramma, maar ga meedenken met de snel veranderende wereld. En eigenlijk is iedereen daartoe verplicht door corona. Het afstandsonderwijs wat een hele hoop mensen niet wilden, maar nu ook zijn heel veel mensen gewoon vaardig in het afstandsleren. Alleen de spanning is er daardoor met die studenten af. Dus je moet een interactie zien te vinden hoe je echt het onderwijs weer mooi maakt. En dat kun je dus nadenken over deze vorm van lesgeven. Het streamen van lessen. Kleinere groepen opnemen, dat je wel een interactie krijgt. Doe je dat specifiek zelf ook? Ja. Ja. En jij krijgt ze enthousiast, denk ik, of niet? Ik krijg ze wel enthousiast. Ja. Ja, maar ik heb ook een heel mooi team om me heen, die dat ook meehelpt. Oh. Alleen lukt je niks. Maar... Nee, dat snap ik. Hey, en zijn er nog projecten waar je nou binnen de school mee aan de gang bent? Ja, waterstof. Dat mag ik nog niet zeggen, maar we zijn met vrachtauto's bezig die omgebouwd worden. Dit is een scoop, zeg maar. Een scoopje, ja, waar het Noorderpoort toch gevraagd is om met een grote partij allemaal auto's om te bouwen. En dat is wel weer leuk dat je dan denkt van ja, dat is in de kinderschoenen. Maar juist bedrijven zoals Coca-Cola of McDonald's, die ook heel veel transportbewegingen maken, die zetten daarop in. Die willen schone vrachtauto's hebben. En daar hopen wij een steentje bij te mogen dragen. Super tof, joh. Ja. Bedankt dat je hier was. Ja, graag gedaan. Oké. En heel veel succes. Gaat lukken. Oké. Jo. Ja, dan mag even een applausje toch. Dat is toch leuk. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Oké, aan de andere kant heb ik Helentje Zwart. Jij bent docent, toch? Ik ben aanjager voor het onderwijs. Aanjager voor het onderwijs. Maar je bent ook antropoloog. Ja. Wat is dat? Het zegt het woord eigenlijk al. Anthropos is het Griekse woord voor mens. Dus het is de studie naar de mens. En dat is inderdaad wat ik, 30 jaar geleden of zoiets gestudeerd heb. Dus dat is wel een lange tijd terug. Maar dat houdt me eigenlijk nog steeds wel heel erg bezig. De mens, ze noemen deze tijd ook wel het antropoceen. Het tijdperk van de mens. Okay. Dus het tijdperk waarin de impact van de mens op de aarde als geheel nog nooit zo groot is geweest. Hè? We zagen dat die dino-eitjes voorbij komen. Ja. Nou, we krijgen straks eitjes met mensen erin, denk ik. Want het wordt natuurlijk wel spannend hoe deze wereld eruit gaat zien. Absoluut. Met de impact die wij op dit moment maken. Dat is absoluut waar, daar ben ik helemaal met je eens. En hoe ben jij uiteindelijk in deze wereld terechtgekomen van bijvoorbeeld van de duurzaamheid? Ja, dat is ook eigenlijk wel een verhaal wat al heel lang teruggaat. Ik denk dat ik het ook wel een beetje heb meegekregen vanuit mijn opvoeding. Beetje gekleurd. Daarna heb ik een tijd in India gewerkt. Op verschillende plekken in de wereld. Marokko, Sri Lanka, Nepal. En dan zie je ook dat mensen vanuit een verschillend perspectief de wereld kunnen beleven. En dat betekent ook dat het perspectief zoals wij nu naar de wereld kijken, in de westerse wereld, hier in Nederland, dat ook kan veranderen. Dat niet de enige waarheid is. Nee. En dat er dus ook andere waarheden bestaan. En dat je dus ook kan bouwen aan een andere waarheid. Klopt. En werken aan een duurzame wereld is eigenlijk bouwen aan een andere waarheid. Maar ik denk dat je als mens ook, wel anticipeert op de wereld waar je zelf in leeft. Zeker. Nou ja, en dat is dus heel gaaf. Want wij zijn 20 jaar geleden uit de Randstad naar Friesland, naar het noorden verhuisd. Ik noem me liever een Noorderling dan een Fries in die zin. Want okay, ja. We noemen dit wel de Blue Delta. Het verhaal van Friesland, Groningen en Drenthe, waarin we samen bouwen aan die nieuwe werkelijkheid. Ja, en daar voel ik me ontzettend bij op mijn gemak. Dus ik ben blij dat wij uit de Randstad naar het noorden zijn verhuisd. Want je woont in Dokkum, in de buurt van Dokkum, in een energie-neutrale boerderij. Ja. Ja, dat is toch gaaf. En ben je dan in die zin ook een voorbeeld voor studenten? Had je ze daarin mee kunnen nemen? Ik probeer dat natuurlijk te zijn. Of ik een voorbeeld ben, dat moet je aan jongeren vragen.
Ik denk wel dat mijn rol daarin vrij bescheiden is. Wat ik veel meer probeer is om die ondernemers en mensen die vanuit een ander businessmodel eigenlijk naar de wereld kijken, die laat ik vooral schuif ik naar voren. En daar hoop ik dat jongeren hun inspiratie uit halen om aan een andere werkelijkheid te bouwen. Ja, precies. Want kun je ook een voorbeeld noemen waar je nu bijvoorbeeld mee bezig bent, waar je heel enthousiast van wordt? Er is heel veel waar ik heel enthousiast van ben. Het is een beetje mijn valkuil. Maar wat vind jij belangrijk? Nou, ik vind dit fossielvrije weekend natuurlijk fantastisch. Ja. Want behalve dan dat dit een hele belangrijke klimaatactie is, een van de 17 Sustainable Development Goals, is het ook laten zien dat je in het collectief als individu het verschil kan maken. Dus als iedereen dit bordje ophoudt van ik doe mee, dan zet je een golf van verandering in de beweging. Ja. En daar word ik heel erg blij van. Nee, begrijp ik. Maar goed, alleen het bordje ophouden is niet genoeg. Ik ben vandaag met mijn elektrisch autootje gekomen. Kijk, dat is wel hartstikke goed. En ik heb heel veel mensen proberen te betrekken om allemaal de MoveIt-app te downloaden en mee te doen vandaag. Ja, precies. Want daar wou ik het eigenlijk net over hebben. Want ik weet niet wat de tussenstand is van de MoveIt-app. Ik weet niet, hebben we dat al even bij de hand? Ik heb de app geïnstalleerd. Ik kan hem even openen. Ik kan eens even kijken hoe het ervoor staat. Hoeveel kilometers? Heb je kilometers ook ingevuld? Ja, zeker, zeker. Oké. Okay. 9000? Bijna 9000 kilometer. En we moeten nog naar 1 miljoen dit weekend. Dus we hebben nog wel even wat te doen natuurlijk. Maar zal ik jullie zeggen, toen ik vertrok uit jouw zwier, waar ik dan woon, nu een uurtje terug, toen stond hij nog op 7000. Oké. Okay. Dus in een uurtje is er alweer 2000 kilometer bijgekomen. Kijk, dat zijn berichten. Dat gaat goed. Helentje Zwart, super bedankt dat je hier was. En voorzichtig rijden in je auto. He? Dat doe ik. Oké. Okay. Jongens en meisjes, dames en heren, geef ze even een groot applaus. Oké. Okay. We gaan even naar een filmpje kijken van het Westerkwartier. Of gaan we kijken naar de solarboot? Solarboot. Hartstikke mooi. Kandidaten klaar voor de start. 3, 2, 1. Nou, super cool. Aan tafel heb ik Marceline Bos. En ik heb Frederik Anting, als ik het goed heb. Ik ga gelijk even naar Marceline Bos. Je hebt net het filmpje geschoten. Hoe ging dat vandaag? Nou, ze zijn nu nog bezig met de wedstrijd. We hebben een wedstrijd zonneboot van Team Twente. Okay. Versus de waterstof eend van Groningen Grandioos. En we zijn aan het kijken wie het beste de last mile delivery de stad in kan doen. Dus ik ben benieuwd of ze zometeen met de bitterballen komen. Ja, dat hoop ik eigenlijk ook. Want ik heb even wat dingetjes van je opgezocht. Jij bent van de organisatie Solarboat Race. Ja. Jij bent een Olympische zeilster, volgens mij. Ja. En je bent ook nog de burgemeester van jouw Noordzee. Ja, ja, dat is toch super gaaf. Ja. Hey, burgemeester van jouw Noordzee, wat houdt het precies in? Nou ja, er gebeurt heel veel op de Noordzee. Zeker omtrent de energietransitie. Ja. En er zijn heel veel mensen, laat al die windmolens vooral op zee gebeuren. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik snap het, maar ik ben het er ook niet helemaal mee eens. Als we zeker weten, als het ecosysteem op de Noordzee ook goed blijft, dan zijn we het er mee eens. Maar we weten eigenlijk al dat die zeker hinder hebben. Ja. Maar als we het... Want je bent nu voor het tweede jaar, in verband met COVID, ben je voor het tweede jaar jouw burgemeester volgens mij? Nou, ik weet niet of het COVID was. Misschien deed ik het gewoon heel goed. Ja, dus laten we daar vanuit gaan. Laten we daar vanuit gaan. Nee, dus ik doe het nu voor het tweede jaar inderdaad. Maar we moeten kijken of we het ecosysteem op zee ook goed kunnen houden. Want eigenlijk weten we nog niet zo goed wat het ecosysteem doet als we daar heel veel windmolens bouwen. Okay. Maar we moeten toch die kant op, want anders gaan we het klimaatakkoord nooit halen. En hebben we daar de Noordzee voor nodig? Helaas wel, ja. Hm. Nou ja, helaas. Ja. Ja, of wil jij een windmolen in je tuin? Nou nee, niet zozeer. Heb je al zonnepanelen op je dak? Nee, daar ben ik wel mee bezig. Daar ben ik echt mee bezig, oprecht ook. Alleen, ja, ik vraag me ook af, zijn windmolens dan het enige wat we kunnen doen om energie op te wekken? Nou ja, ik ben niet de expert. Nee. Ik probeer wel het onderwijs aan te jagen door heel veel techniek te stimuleren. Door de zonnebootwedstrijd onder andere te organiseren met het hele team. En of het nou zonne-energie is, windenergie, waterstofenergie. Er moet ergens minder energieverbruik, kan ook helpen. Ja. Maar alles moet wel schoner en slimmer. En kijk. Zijn dit de bitterballen? Ik denk het wel. Heeft de zonneboot gewonnen, denk ik. Zeker. Oh, ja. Dat is toch goed. Daar kunnen we even een applausje voor geven, jongens. Voor de zonneboot. Hartstikke mooi. Super cool. En wie zat op de zonneboot? Team Twente. Oh, oké. Team Twente, Kiertje is de teamcaptain. Nou, goed zeg. Heel gaaf. Hey, en hoe lang heb je erover gedaan? Wij hebben er 3,5 kilometer. Dus we zitten op
plus, minus te lastig, omdat onze boot zelf vooruit vaart. Die gaat sneller dan ons volgbootje. Oké, ja. Ik denk dat we op 10 minuten, kwartiertje zaten. Oké, en maakt het dan ook uit qua... Ja, kom maar iets meer naar voren, want anders sta je niet in beeld. Maar maakt het dan ook uit qua hoe hard de zon schijnt, hoe hard je boot vaart? Ja, theoretisch gezien wel. Hoe harder de zon schijnt, hoe sneller onze cellen opladen en hoe harder wij kunnen varen. Maar er zit een maximum snelheid aan. Dus op een gegeven moment als de batterij vol is, dan is de batterij vol. Ja. En hoe hard de zon dan ook zijn best doet, dan gaat het harder van varen. Nee. En over niet hoeveel knopen, maar hoeveel kilometers hebben we dan per uur ongeveer? We hebben nu zonder vleugels gevaren. Normaal zitten er vleugels onder die dan zorgen dat de boot omhoog komt. Dan zou die harder kunnen. Maar omdat het door de gracht was, hebben we het zonder gedaan. Oké, ja. Dus dan zitten we op maximum snelheid van 26 kilometer per uur. Oké, dat kun je niet befietsen. Nou, op een racefiets kan dat, maar op een gewone fiets wordt dat ingewikkeld. Ja. En ga je dan ook in plan E? Nee, dat valt mee. We hebben sowieso niet een hele hoge golf erachter, dus dat is ook lastig te zien. Nee, precies. Nou, super cool man. En leuk dat je hier was en dankjewel voor de bitterballen natuurlijk. Zijn ze ook nog warm dan? Of? Nou ja, 10 minuten, een kwartiertje. Ik vrees van niet. Oké. Nou ja, we gaan het zo wel even proberen. Marceline, ik wil toch nog even vragen. Wat is jouw relatie van jouw Noordje tot de solenboot? We kunnen allemaal wel naar zee willen. Maar als we niet weten hoe, dan komen we er nooit. En zonder goed onderwijs gaan we er ook niet komen. En ik geloof dat de zonneboten vanaf lagere school, middelbare school... naar groter onderwijs en zelfs bedrijfsteams doen mee met de zonnebotenwedstrijden. Ja. Dus zo proberen we mensen op te leiden en in de techniek te krijgen. En na te laten denken ook hoe kunnen we energie opwekken en hoe kunnen we dat duurzaam doen. Want een zonneboot is heel stil. Ja. Dus je kan heel goed bijvoorbeeld onderzoek op zee doen. Niet dat de vissen en de grote walvissen bijvoorbeeld wegvaren, wegzwemmen. Ja, precies. Maar ja, als je zo'n groot ding ziet, dan lijkt het bijna op varen. Ja, maar als het heel stil is, dan wennen ze er wel aan. Dus er wordt bijvoorbeeld ook veel onderzoek gedaan in de noordelijke poolgebieden met zonnegedreven boten. Graag. Voordat die boten echt goed genoeg zijn, hebben we heel veel onderzoek nodig. Ja, want in kou lijkt me ook slecht voor accu's bijvoorbeeld. Ja, daar bijvoorbeeld. Nou ja, en er zijn echt wel team, want de zonnebootwedstrijden bestaan al meer dan 10 jaar. Er zijn al innovaties hebben plaatsgevonden. En teams die begonnen zijn, of eigenlijk studenten die begonnen zijn bij de zonnebootwedstrijden, hebben een onderdeel gebruikt en zijn naar de markt gegaan. Dus er zijn al verschillende spin-offs van de zonnebootwedstrijden. En ja, dat is super cool. Ja. En als je dat kan faciliteren, dan is dat geweldig. Want hoe lang ben je er al bij betrokken? Dit is mijn vierde jaar. Okay. Dit is mijn vierde. Ik was hiervoor heel druk met de Olympische Zeilen. Ja, tuurlijk. Ja, en nu met dit en de Noordzee. Dus we gaan kijken of we misschien de link kunnen maken naar waterstof. Als dat een nieuwe energievorm zou zijn. Maar alle techniek die nodig is om die boot aan de gang te houden, heb je nodig in de hele energietransitie. En of je nou zonnepanelen doet of waterstof, je kan het gewoon helemaal gebruiken. Dus mensen zoals Tjeertje, die zie ik heel graag. Ja, tuurlijk. Ja, logisch. Hey, en ik zag net het filmpje natuurlijk. Maar hoe zag het eruit zonder corona, zo'n zonneboot wedstrijd? Ja, dit zou het derde jaar zijn dat we in Groningen zouden racen in mei. Want dan hebben we de meeste zonneuren. Dan varen we door de grachten en doen we eerst een lange afstandswedstrijd. Omdat het, als je de energietransitie dichterbij wil brengen, dan moet je ook zorgen dat je lang op één energiebron kan opereren. Ja. Dus we doen een lange afstandswedstrijd, maar we doen ook korte hoeveel stukjes. Hoeveel kilometer hebben we dan? Ongeveer 64 kilometer. Dus dat kan je niet op een batterij doen. Dan moet je opladen. Dat is het belangrijkste. Ja. Dus je hebt de zon echt nodig. En je vaart en laat, zeg maar. Tijdens het varen laat je. Ja. Als de zon dus je hoeft niet te wisselen van accu. Dat is absoluut niet de bedoeling. Nee, precies. Er zitten allemaal registraties. Ja, je mag ook niet bijladen of zo. Het moet allemaal echt op zonne-energie. Als je het heel goed doet, dan kan je lang en snel varen. En doe je het ietsje minder goed, dan blijf je op een gegeven moment stil liggen. En hoeveel landen doen we daarmee? Het is wereldwijd. En als wij een wedstrijd in Nederland hebben, doen er ongeveer zes landen aan mee vanuit de omgeving, vanuit Europa. En hoe komt Nederland uit de bus? Ja, eigenlijk als beste. Kijk, ja, eigenlijk wel graag. Altijd. Ja. Ja. ik geloof dat de laatste paar keer, ik moet een beetje naar het Tjeertje kijken, maar volgens mij is de laatste paar keer alleen maar in Nederlanders gewonnen. Met wedstrijden. Ja. Cool. Dus we doen het wel aardig. En ik ben zelf ook wel een beetje een zeil. Ik heb zelf een 30 kwadraat. Maakt verder niet uit, maar dat vind ik wel heel tof. En dan staan de beste stuurlers dan altijd aan wal. Dat is natuurlijk ook zo. Maar hoe zit het met jou als Olympisch zeilen? Heb je dan niet zoiets van,
Ik wil eigenlijk wel in die boot varen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Heel af en toe mag ik van een team, team varen. En ik zeg altijd, je moet bij starten op het moment dat het startsein gaat. Ja, en niet tien minuten daarvoor. Ja. Maar die innovaties, of eigenlijk de hele wedstrijd begint al voor het evenement natuurlijk. Evenement is maar een conclusie van hetgeen wat er gebeurd is. Maar die teams zijn jaren bezig om een heel jaar. Zoals de Technische Universiteit over het algemeen. Een jaar bezig om die boot te bouwen en hem te laten varen. En sommigen zijn gewoon lopend aan het... Is elk jaar een nieuwe boot? Sommige teams wel, ja. Ja, sommige teams niet. Er is een team wat al 10 jaar met dezelfde boot vaart, maar wel iedere keer nieuwe zonnepanelen, nieuwe systemen. Ja. En TU Delft, die bouwt echt elk jaar weer een nieuwe boot. Ja. Het is ook, het leerproces is heel belangrijk. Ja, ik wilde je nog vragen, wat willen jullie uiteindelijk bereiken? Maar ik weet niet of je daar nog... Je hebt ook al een beetje aangegeven van, nou, dat je bij walvis dingen wil doen. Ja. Nou ja, een groene gebalanceerde wereld is het overall view, zeg maar. Als we dat kunnen bewerkstelligen, als we net zoveel nemen als geven aan de aarde, dan komt het helemaal goed. En als we daar met z'n allen heel hard aan werken... Dus dan... die bijboot die ik net gekocht heb met een 6pk'tje, dat had ik eigenlijk niet moeten doen? Nee, ja, sorry, nee. Nee. Maar we moeten... Ja, eigenlijk niet. Ja. Nou. Ga maar zeilen. Ja, beter. Hey, Marceline, hartstikke bedankt. Super tof dat je hier wilde zijn. En natuurlijk ook bedankt voor de bitterballen. Ja, komt goed. We gaan zo aan de bar zitten. Lijkt me goed. Oh, wat fijn. Nou, Frederiek, hoe is het met je? Goed, okay. Met jou? Ja, heel goed, dankjewel. Mooi. Dit is Frederiek, jij bent van The Green Wave. Ik heb alles afgezocht op internet wat het nou precies inhoudt. Want wat is het nou precies, The Green Wave? Nou, The Green Wave is een initiatief van NHL Stenden Hogeschool. Ja. En wij proberen dus om studenten meer bewust te maken van hun impact op de wereld. Dus ook dat zij duurzamer kunnen zijn. En we zijn een soort van paraplu binnen de hogeschool voor alle duurzame initiatieven. En wat voor initiatieven hangen er allemaal onder die paraplu? Nou, het is dus zo dat we eigenlijk sinds kort ermee bezig zijn. Dus we zijn nu heel erg aan het inventariseren wat er al is binnen de hogeschool. En we komen er dus achter dat er eigenlijk al zoveel gebeurt. En dat eigenlijk niet veel mensen dat van elkaar weten. En, nee. Ja, eigenlijk is het heel mooi als je dat juist wel van elkaar weet. Want dan kan je elkaar versterken en inspireren. Ja. Dus daar zijn we mee bezig. En wat is nou eigenlijk jullie doel? Ons doel is om studenten... bewust te maken van hun impact op de wereld en hoe zij een duurzamere bijdrage kunnen leveren. Dat is wel een nobel streven in ieder geval. Ja, zeker. Ja. Hey, hoeveel studenten doen er nu al aan mee? Nou, het is nu zo dat ik vind het lastig om te zeggen hoeveel studenten precies natuurlijk, aangezien we zoveel studenten hebben op de hogeschool. Ja. Maar we merken wel dat binnen de verschillende afdelingen, academisch, dat er al zoveel studenten meedoen. Op verschillende levels. Zeg maar ook vanuit een opleiding dat ze een duurzame activiteit doen. Of dat een student vanuit een afstudeerproject bijvoorbeeld daar meedoet. Ja. Dus zo. Ja. Ik ben zelf ook student, dus ik doe er ook aan mee. Want ik las ook op jouw website dan. Mm-hmm. Een duurzame wereld begint bij jezelf. Ja, zeker. Dat is echt. Dus dan ben ik wel benieuwd hoe jij dat voor jezelf hebt gedaan. Voor mezelf. Nou, eerst was ik me ook niet zo bewust hoor van duurzaamheid. Ik dacht, ja, zonnepanelen of zo, dat zal het wel zijn. Maar toen ging ik voor een halfjaartje naar het buitenland. En toen zag ik eigenlijk hoeveel afval er wel niet in de zee was. Want ik was aan het zwemmen en ik zwom zo tegen een plastic, plasticje aan. Dus toen dacht ik, nou, dit kan toch niet zo. Hier moet wel iets anders in. Dus toen ben ik zelf gaan nadenken, wat kan ik daarin doen en hoe kan ik anderen ook bewust maken. En zo ben ik dus bij Green Wave gekomen. Dus vooral door andere mensen ook bewust te maken, maar ook zelf door bijvoorbeeld te consumeren. Ja. Minder vaak iets consuminderen, minder vaak iets in de sale kopen, weet je. Gewoon, En lukt dat? Nou ja, zeker wel. Okay. Ja. Nou, ik vond het super tof dat je hier was en dat je er even over wilde vertellen. Ik wil je natuurlijk ontzettend veel succes wensen met de Green Wave. Ja, en volgens mij gaat het helemaal lukken. Ja, zeker. Dankjewel. Nou, hey, dankjewel. Ja. Geef je nog een groot applaus. All right. Dankjewel. We gaan kijken naar een filmpje van het Westerkwartier. Wethouder duurzaamheid van de gemeente Westerkwartier. En dit is dan een hele regenachtige dag om een promotiefilmpje te gaan maken om te gaan fietsen. En toch doen we het. Want het is dit weekend een fossielvrije weekend. En het is een oproep om zoveel mogelijk fossielvrij te gaan reizen. Niet alleen dit weekend, maar ook de komende maanden en eigenlijk naar de toekomst toe.
En doe dat lopend, doe dat op de fiets, doe dat op de skateboard, wat je ook wilt. Toen ik wethouder werd, heb ik deze speedpedelec gekocht. Juist ook om tochtjes te kunnen maken, afspraken te kunnen maken hier in het Westerkwartier. En dat gaat ontzettend snel. Soms ben ik nog vaker nog sneller dan met de auto. En eerlijk gezegd, op dagen als dit, kies ik ook wel eens liever voor de elektrische deeldienstauto. Maar ook die mogelijkheid hebben wij. Het is vooral een oproep om fossielvrij te gaan reizen. Doen jullie mee? Kijk, ik kom zelf ook uit het Westerkwartier, dus dit is hartstikke top. Aan tafel heb ik Rick Seim en Marielle Ertzes. Ik ga gelijk even naar Rick Seim. Hoe is het, Rick Seim? Uitstekend. Hartstikke mooi. Hey, jij bent van Spaak Fietscafé Groningen, toch? Ja. Een fietscafé, een winkel en een werkplaats en dan ook nog goede koffie. Dat klinkt, als een goede combi. Ik kom eens langs. Ja. Hey, en hoe ben je hier gekomen vandaag? Ik ben hier op de fiets. Kijk. Vlak voor de regen uit. Ja, heel goed. Dus ik moet eerlijk zeggen, daar had ik wel geluk mee. Hey, waarom dacht je van nou, ik wil een fietscafé beginnen? Nou, wielrennen, meer precies. Fietsen, maar nog meer wielrennen is al mijn hele leven mijn passie. Okay. Vanaf 7-jarige leeftijd. Iemand kwam bij me, die had het idee en ik wilde daar gelijk op ingaan. Ja. Het leek me hartstikke leuk om zoiets in Groningen te creëren. Tuurlijk. Maar ik heb nog nooit een fietscafé gezien met een winkel en een werkplaats. Nou ja, het is toch een business. Dus je moet wel bedenken, hoe ga je dan je geld verdienen? Je kunt wel een sportkantine beginnen. Ja. Maar je zult er ook wel over na moeten denken van ja, welke behoeften liggen er dan bij de klant en hoe kunnen we dat iets breder trekken? Dus inderdaad, dan komt daar ook een werkplaats en een winkel en een evenementen. Want jij geeft nou het voorbeeld van sportkantine, maar als ik nou bij jullie binnenkom, heb ik dan het gevoel van een sportkantine? Nee. Wat voor gevoel heb ik dan als ik bij jullie binnenkom? Nou ja, dat ligt eraan met welke intentie je binnenkomt. Ja, maar als je binnenkomt om een hele mooie, goede kop koffie met een stukje gebak of een lunch te nuttigen, dan heb je gelijk het gevoel dat het kan. Ja. Op het moment dat je daar komt om voor je nieuwe fiets te kijken, dan kan dat ook. En op het moment dat je daar komt als wielrenner, dan word je gelijk door allerlei reliquieën ook wel gevangen. En dan, dan voel je daar ook wel precies. Ja. Oké. Okay. En kun je dan ook als niet-fietser bij jullie terecht? Jazeker. Wij hebben de hele week door, hebben wij ook mensen. We zitten vlak bij de universiteitsgebouwen en bij de rechtbankgebouwen. Dus er komen daar mensen werken, de mensen hebben daar afspraken. Dus het is gewoon de hele week is het voor iedereen gezellig toegankelijk. Oké, okay, ja, okay. Ja. En hoe duurzaam is nou Spaak? Hoe duurzaam is Spaak? Nou ja, zo duurzaam als we willen zijn, als we kunnen zijn. Uiteraard draait bij ons alles om de fiets. Wij willen ook graag meer zijn dan alleen maar die plek. Wij denken ook verder na over de fiets. We willen graag dat meer mensen meer op de fiets gaan. We willen dat kinderen vaker fietsen. We willen dat mensen vaker op de fiets naar hun werk gaan. We willen dat mensen vaker dus in het weekend de racefiets of de mountainbike pakken. Daar proberen wij ook allerlei promotie en allerlei projecten voor op te pakken. Dus wij proberen echt de fiets te stimuleren en daar vallen natuurlijk een aantal dingen onder, waaronder dus gewoon dat het een gezonde en een energie-neutrale manier is. Nou ja, energie-neutraal is natuurlijk dubbel in het... Het kost wel energie, maar het is fossielvrij in ieder geval. Ja, is het zeker. Dat is in ieder geval voor vandaag hartstikke belangrijk. Dat en ook voor zeggen. De toekomst natuurlijk. Ja. En je hebt elk weekend volgens mij een fietstocht. Klopt dat? Twee keer, ja. Zaterdag en zondag vertrekken wij. We verzamelen om 9:30, om 10:00 vertrekken we. Nou, dat is nu allemaal een beetje anders. Morgen vertrekken we vanaf de Ossenmarkt, dat is vlakbij ons. Maar dan kunnen we in ieder geval allemaal buiten verzamelen. Dan hoeven de mensen niet naar binnen, want er komen nog alles wat mensen op af. Ja. En is het dan Rick die iedereen uit de wind houdt? Als ik goede benen heb, wel, ja. Ja, oké. Okay. Maar je fietst dan elk weekend ook mee? Ik probeer in ieder geval één keer in de week mee te fietsen, ja. Ik heb nog wat gezinsverplichtingen waar ik ook af en toe het weekend aan moet voldoen. Maar ik probeer zeker in ieder geval één keer mee te fietsen. Ik vind het super gaaf klinken, Rick. En ik beloof je bij deze dat ik een keer bij langs kom. Je bent van harte welkom. Oké. Okay. Rick Seim, dames en heren. Gaan wij naar een filmpje van Tour du Boer, volgens mij. Oké, okay, zometeen. Dat is helemaal niet erg. Marielle Ertzes, jij bent van Klimaatadaptatie Groningen. Je hebt nog een eigen bedrijf, dat heet Loopt volgens mij. Ja. Maar Klimaatadaptatie Groningen, wat houdt het in? Klimaatadaptatie Groningen gaat over eigenlijk het aanpassen aan het veranderende klimaat. Dus je hebt een deel klimaatverandering, dat kunnen we eigenlijk niet meer voorkomen. En daaraan moet je je aanpassen. En daar gaat dit project over. En dat leidt uiteindelijk tot een evenement in januari, waarin wij in Groningen een heel groot evenement organiseren. Nu grotendeels digitaal natuurlijk, over klimaatadaptatie en wat je kan doen. Ja, want je zei net tegen mij, een deel van de opwarming staat eigenlijk al vast.
Maar het is nu de vraag van hoe gaan we ons aanpassen? Ja, dus we kunnen een deel, daar kunnen we nog wat aan doen, hè, met mitigatie. Maar voor een deel moet je ook gewoon nadenken over, ja, het wordt heter, het wordt droger, we hebben meer piekbuien, dus hoe ga je daarmee om? Dus meer bomen planten, meer vergroenen, ga je voor groene daken? Nou ja, één boom staat gelijk aan 10 airco's, so do I need to say more? Oké, nee, dan hebben we niet veel meer nodig inderdaad. Maar hoe ziet je ideale wereld eruit dan? Mijn ideale wereld is in elk geval een stuk groener dan dat het nu is. En hoop dat we het met z'n allen gaan redden in elk geval. Ja, dat hoop ik ook. Heb jij de documentaire al gezien van David Attenborough? Ja, heb ik gezien. En? Ja, indrukwekkend. Ja. Ja, het was me allemaal bekend, maar het is goed om allemaal even op een rij te zien. Precies, ja, inderdaad. Ja, precies. Ja. Oké, maar goed. Rick vertelde net ook dat hij 2 keer in de week eigenlijk een fietstocht organiseert. Ja. Jullie zijn ook met iets bezig, dat is Fietstour du Klimaatboer. Zeker, ja. Helemaal vol. Ja. Een tour van 20 kilometer en 45 kilometer, als ik me niet vergis. Ja, je kunt hem in 2 keer fietsen, zeg maar. Nou, en Spaak gaat hem dus dit weekend fietsen, dus dat is superleuk. Oh, wat leuk, ja. En het is dus een fietstour langs allemaal boeren, in en om de stad, die eigenlijk iets vertellen over wat voor impact klimaatverandering op hun heeft en wat ze eraan doen. Ja. En dat gaat zeg maar van onder tot aan Zuidwolde. En je kunt de Spacetime Layers app kun je downloaden en dan kun je die tour dus gaan doen. Spacetime Layers app. Spacetime Layers, eigenlijk is het allermakkelijkste. Ga naar www.klimaatadaptatiegroningen.nl en daar vind je alle informatie. Even zien, ik hoor ook nog iets dat jullie vanavond nog iets speciaals gaan doen. Ja, vanavond hebben we een hele leuke pubquiz. Oké. Dus dat wordt superleuk, want we gaan een groene burgemeester onder andere benoemen. Ook nog even tussen de regels door. Dus die gaat dan zorgen voor meer groen hier. Dus we hebben jouw burgemeester Noordzee hebben we. Of de burgemeester van jouw Noordzee. En hebben we vanavond ook nog een groene burgemeester. De eerste groene burgemeester van Nederland. Goh. Dus we hopen dat er nog vele volgen natuurlijk. En heb jij je daar ook op ingeschreven? Nee, want ik heb het met een clubje bedacht. Dus dat leek me niet zo anders. Hey, nog even een laatste vraag voor jou. Ja. Kun je Fietstour du Klimaatboer ook met een elektrische auto eventueel doen? Dat zou kunnen. Maar ik stimuleer iedereen om gewoon lekker op de fiets te gaan. En een coronaproof activiteit te gaan doen. En dan rijdt Rick van Spaak voor. Ja, precies. Oké. We gaan even naar een stukje kijken volgens mij. Nou, ik vind we hebben even een preview. Klimaatverandering, ja, je merkt het aan alles. Boeren leven als geen ander met het weer, elke dag weer. En de extremen worden harder. We zien langere, warmere en nattere winters. We zien extremere zomers. Ik probeer echt wel in de extreme kringloopboer te zijn. Ik gebruik geen kunstmest. Ik probeer al mijn krachtvoer en ruwvoer zelf te maken. En dat past bij dit terrein, dat past mij als persoon, dat past bij mijn dieren. Ja, wat ik als boer ontzettend mis, dat is echte winters. Voor de parasieten bij de dieren. Je ziet door de stijgende temperaturen, is mijn indruk dat we toch meer te maken krijgen met parasieten die voorheen subtropisch, Zuid-Europees waren. Blauwtong bij de runderen, lange natte winters, geeft meer levenbod. We hebben in 2011 ingestoken op jaarrondbegrazing. Daar zijn de heervoorts ook bij uitstek geschikt voor. Maar met lange natte winters zonder een week of 4-5 vorst die je door die winter heen helpt, is het voor het terrein gewoon wel beter dat ik toch het grootste deel winters op stal haal. Ik hoop wel dat het besef er echt komt dat we met z'n allen het een halt toe moeten roepen. Dat hoop ik gewoon. Ja. Mooi filmpje. Ja, Federatie hebben we dit ontwikkeld. Dat wou ik er nog even bij zeggen. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Hey, nog even als laatste voor de mensen die nu zitten te kijken. Die denken van, nou, ik wil graag mee fietsen. Ja. Moeten ze zich aanmelden? Kunnen ze zichzelf ergens aanmelden? Of moeten ze zich gewoon ergens verzamelen? Ze kunnen het gewoon zelfstandig gaan fietsen. Want we willen natuurlijk niet te veel mensen bij elkaar op één plek. Dus een groep van Spaak gaat het doen. Maar ik nodig iedereen uit om het gewoon lekker te gaan fietsen. En dit waar is die route te vinden? www.klimaatadaptatiegroningen.nl. Dankjewel. Alsjeblieft. We gaan kijken naar een filmpje van Groenlevende Zwette. Vandaag staan we bij het zonnepark De Zwetten in Leeuwarden. Wat wij als GroenLeven graag willen is het terugdringen van de CO2-uitstoot in de wereld sowieso. Maar zeker ook van de activiteiten die wij zelf onder controle hebben.
Daarnaast is er ook veel aandacht in dit park voor het bouwen en gebruik maken van de lokale expertise en deskundigheid. Wij leveren de constructie zoals je hier ziet en de inschuifprofielen, eigenlijk de totale onderconstructie van het zonnepark De Zwette. Alle palen die je hier achter ons ziet, die boren wij met speciale machines, boormachines, boren wij ze direct de grond in tot op een bepaalde hoogte. En vanaf daar wordt de totale bovenconstructie, zeg maar, er weer opgemonteerd, waar dus naderhand de zonnepanelen in worden geschoven en bevestigd. En hier op De Zwette zijn we aan het testen met een elektrische vrachtwagen die op en neer pendelt tussen de leverancier en het zonnepark. Waarmee we willen bewijzen dat we in de toekomst op dergelijke manier al onze projecten kunnen gaan bevoorraden. Dit is de eerste keer dat we zo dicht bij huis zo'n project doen. En eigenlijk kunnen we het met de lokale jongens die wij allemaal aan het werk hebben. Iedereen die heeft het ongeveer tussen een kwartiertje en een half uurtje. Is die thuis na zijn werk. Dus ja, dit is gewoon eigenlijk een thuiswedstrijd deze keer. Ik vind het fantastisch om met meerdere lokale partijen uit Friesland dit allemaal voor elkaar te boksen. Met de juiste disciplines, de juiste managers, de juiste vakkennis kunnen we dit allemaal voor elkaar krijgen. Cool. Maarten de Groot, leuk dat je er bent. Je bent van GroenLeven. Correct. Ziet jouw leven er ook een beetje groen uit? Ja, die ziet er groen uit, ja. Mooi. Ja, ja, zeker. Absoluut. Belangrijk. Ja. Wat is er zo speciaal aan dit zonnepark wat we net hebben gezien, De Zwette? Nou, het zonnepark De Zwette is eigenlijk met alleen maar lokale ondernemers gerealiseerd. En ja, dat past heel goed binnen de ambitie van GroenLeven. Dus dat maakt het extra bijzonder. Daarnaast hebben we hier inderdaad, zoals je in het filmpje ook ziet, ook getest met een elektrische vrachtwagen. Ja. Het is eigenlijk een beginnende innovatie. Om te kijken of we straks ook zonnepark kunnen bevoorraden met elektrische vrachtwagens in plaats van de vrachtwagens die we nu hebben. En kan dat? Over korte afstanden kan dat. Dat hebben we hier getest. Hè, maar dat zijn het echt korte afstanden. Lange afstanden nog niet. Maar daar ligt wel onze ambitie. Ja. En wat zou er moeten veranderen om die lange afstanden mogelijk te maken? Ja, batterijtechnieken, waterstofvrachtwagens. Hè, dus daar zal een stap in gemaakt moeten worden. Ja. 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 Want ik zag een mega groot zonnepark. Dat is bij Leeuwarden volgens mij? Ja, bij het industrieterrein, ja? Klopt. Ja. Hoeveel huishoudens kunnen daar op draaien? Deze is volgens mij 4.500 huishoudens. Ja. Allemachtig. Ja. Dat is veel. Dat is veel, toch? Ja. Hey, en jullie hebben er natuurlijk voor gekozen om het met lokale ondernemers te doen. En waarom dan eigenlijk? Want je zou ook kunnen zeggen, we doen het gewoon als bedrijf zelf, als GroenLeven. Ja, dat zou kunnen. Alleen ik denk dat als we naar de energietransitie kijken en als we kijken naar onze ambitie is om een betere wereld te creëren. Nou, dat kunnen we alleen maar samen. Dat kunnen we niet alleen. En ik geloof heilig in dat als je samen gaat, dan zeggen ze wel, dan kom je verder. Maar ik denk ook dat je sneller kunt. En daarom kiezen we ervoor om bij projecten zoveel mogelijk te kijken wat lokale ondernemers ook kunnen bijdragen. En naast dat je natuurlijk met omwonenden aan het praten bent, ook te kijken wat het lokale bedrijfsleven kan betekenen. En dat is hier een hele mooi voorbeeld van. Ja. Want ze hebben ook wel een bepaalde expertise, zeggen ze. Absoluut. Ja, dus misschien dat ze ook iets anders weten dan wat GroenLeven zelf zou weten. Nou ja, zeker weten. We kunnen alleen maar van elkaar leren. En dat is heel belangrijk, ja. En waarom in mijn optiek gebeurt dat nog niet genoeg? Waarom kiezen jullie daar dan wel echt voor om dat wel echt te doen? Daar kiezen we voor. Kijk, allereerst is het een lokaal project. Hè. We gaan van centrale opwerk naar decentrale opwerk. Dat betekent dat er in de omgeving iets gaat veranderen. En dat betekent dat je daar de mensen bij wil betrekken, maar ook de bedrijven bij wil betrekken. En die bedrijven zitten in de regio, hebben daar kennis van. En zo kunnen we alleen maar beter samenwerken aan betere oplossingen. Ja. Ja. Want ik zag ook een zonnepark in Zwolle, ja. Op de Zandwinningsplas. Ja, een drijvend zonnepark. Dat is ook heel gaaf. Ja, dat is heel gaaf. En dat is eigenlijk de grootste buiten Azië. In Azië heb je nog grotere drijvende zonneparken. Mooi aan dat zonnepark is dat het heel veel oog heeft voor ecologie ook. Dus we maken gebruik van glas-glaspanelen bijvoorbeeld. Er worden lichtstraten gebruikt. Ja, dan kunnen de vissen die daaronder leven, die krijgen er nog genoeg licht. Ja. Zodat die bodem een beetje goed blijft, toch? Ja, zo'n zandwinningsplas, dat is eigenlijk een industrieplas. Hè, maar dat wil niet betekenen dat er geen natuur is. Nee. Dus daar houden we dan heel erg rekening mee met allerlei aspecten. Ook doen we daar ook ecologisch onderzoek. Om te kijken van, hoe kunnen we dat nog beter maken en nog meer stimuleren. Ik zag zelfs dat jullie kraamkamers hadden... Ja, dat klopt. Biohutten noemen ze dat dan inderdaad. Ja, en daar kunnen vissen, kunnen daar schuilen ook, maar kunnen zich daar ook vermenigvuldigen, om maar even zo te zeggen. Ja. Hey, en wat is de ambitie van GroenLeven voor de toekomst?
Nou ja, is dat wij graag samen met alle regio's, met de regionale energiestrategieën, samen zoveel mogelijk hernieuwbare energie willen ontwikkelen. Dat breed gedragen is in de hele samenleving. Dus dat is onze ambitie. Ja. En hoe denk jij hoe ons landschap er straks uit gaat zien? Er zal veranderingen komen. Hè? Dus we zullen, zoals je ook in de regionale energiestrategie hebt gezien, er zullen zonneparken komen, er zullen windmolens komen. Maar ik denk dat als je dat samen gaat doen en samen in goede samenspraak, dat het landschap gaat veranderen. Maar over het algemeen, alle jaren door de hele geschiedenis is het landschap al veranderd. Hè? Dus dat is iets van alle tijden. En nu zullen we gewoon samen met elkaar de beste oplossingen daarin moeten zoeken. Zal ik moeten? Ja, zeker. Ja, dat is gewoon nodig. Ja. Oké, Maarten. Dankjewel dat je was. Dankjewel. Hartstikke succes. Goed. Dankjewel. Yo. En we gaan kijken naar een filmpje van ons. Ik ben Wilbert, archeoloog en paleontoloog. En ik ben gek op fossielen. Nu heeft het Fossielvrije Weekend mij gevraagd om een aantal fossielvrije innovaties uit te testen. Hoewel ik natuurlijk geen fan ben van fossielvrijheid. Toch ga ik bij hen langs. Ik vraag ze wat er precies fossielvrij is aan hun innovatie en test die innovatie uit. En als de innovatie me bevalt, dan zeg ik, je krijgt van mij het fossielvrije dino-ei. Hallo Wouter van der Galie, jij bent van Energie van Ons, maar we zijn hier op een boerderij. Hoe zit dat? Klopt. Dat komt omdat wij hier een van onze bronnen hebben staan. Coöperatie uit Winsum die heeft hier een dorpsmolen geplaatst en ook een zonnedak. En de stroom die hier wordt opgewekt, die komt bij Energie van Ons terecht. En wij leveren dat weer aan de mensen hier uit het dorp. En Energie van Ons, wat is dat precies? Nou, Energie van Ons is eigenlijk het coöperatieve energiebedrijf. Er zijn nu inmiddels ongeveer 112 coöperaties aangesloten, energiecoöperaties bij Energie van Ons. Die wekken samen met het dorp een stroom op met een zonnedak of met een windmolen. Die stroom leveren ze aan ons, die verkopen ze aan ons en wij leveren dat weer terug aan de mensen uit het dorp. En het leuke daarvan is dat de mensen de stroom krijgen uit hun eigen achtertuin of bij een boer uit de buurt. En de winsten die wij maken, die vloeien weer terug naar de coöperaties. En die gaan er vervolgens weer een nieuwe bron mee ontwikkelen. Of die gaan het dorpshuis verduurzamen, of noem maar op. Speeltuin opknappen, wat zij graag maar willen. Als het maar met leefbaarheid of duurzaamheid te maken heeft. En ik hou zelf enorm van fossielen. En als archeoloog, als paleontoloog vind ik het jammer als we van fossielen afscheid gaan nemen. Betekent op deze manier energie opwekken ook dat fossielen niet meer nodig zijn? Nou, daar willen we eigenlijk wel naartoe. Dat is heel jammer voor jou, maar de bedoeling is dat we zometeen eigenlijk zo snel mogelijk doelen staan voor 2030, 2050, dat we eigenlijk van de fossiele brandstoffen af zijn. En dat betekent dat we alleen nog maar met dit soort windmolens, zonnedaken, maar ook grotere windmolens, noem maar op, moeten we echt over naar echte groene stroom en het liefst natuurlijk lokale groene stroom. Ja. Want wat is de innovatie hiervan? Ja, in principe is groene stroom natuurlijk wel bij iedereen bekend. Het is niet iets nieuws. Wat eigenlijk het nieuwe is van Energie van Ons en ook van energiecoöperaties, is het feit dat het lokaal gebeurt. Dus eigenlijk alle stroom of de projecten worden gedaan door de coöperaties zelf. Die gaan het organiseren, die krijgen draagvlak bij het dorp. Ze kiezen een locatie die past bij het dorp en daar plaatsen ze de bronnen. En je hebt een soort van circulaire economie. En dat is echt de innovatie in dit geval. Ja, Wouter, horen is voor mij niet meteen geloven. Zien is wel geloven. Ik heb een pak meegenomen wat ik graag met lokale stroom zou willen opblazen. Kan dat ook hier? Kunnen we wat lokale stroom tappen? Zeker, dat gaan we doen. Zo, we zijn klaar voor de test. Ik heb hier wat lokale stroom. Dus ik ga de stroom inpluggen en het pak dichtritsen. En dan gaan we kijken of het ook met lokale stroom lukt om dit fossiel pak op te blazen. Langzaam loopt het pak vol. Ja, volgens mij kunnen we zeggen dat het met de lokale stroom ook gewoon lukt. Duimpje omhoog. We gaan naar buiten en dan gaan we even kijken of we het fossielvrije dino-ei uit kunnen gaan reiken. Ja, Wouter, je kan me misschien niet helemaal goed zien. Maar wat mij betreft gaat het hierbij om vier thema's. En op het gebied van kwaliteit zeg ik 5 eieren. Yes. Op het gebied van duurzaamheid 5 eieren. Op het gebied van fossielvrijheid, ja,
eigenlijk 0 eieren of eigenlijk heel veel eieren, dus ook 5 eieren. En als het gaat over levensgenot, dit pak, dat blies zich perfect op. Dus ook 5 eieren. Ik zeg, jullie krijgen verdiend het fossielvrije dino-ei. Mag ik hem op de, mag ik hem hier opplakken? Zeker. Fantastisch. Daar hangt hij dan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ben jij iemand die zegt, ik wil ook meer fossielvrij reizen of rijden? Ga dan naar de website van Fossielvrij Weekend of download de app. Duimpje omhoog. Omhoog, zegt Wilbert. Nou, ook een duimpje omhoog voor Wilbert. Oh, een biertje? Ja, dat kan natuurlijk nou. En een spaatje rood voor Reinhard. Hartstikke lief. Dankjewel, Musetta. Er is niks mis mee. Nee, niks mis mee met een biertje. Vrijdagmiddag toch? Dat kan natuurlijk nu ook, want we zijn natuurlijk online. Hè? Kijk, dus kan het. Dat is mooi. Wouter van der Galen, energie van ons. Ja. Jij hebt het in het filmpje over 2030 tot 2050 af van de fossiele brandstof. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, dat wordt een hele uitdaging. Maar ik hoop dat het gaat lukken en ik ga er ook vanuit. En ik merk dat steeds meer dorpen, steden, het gaat steeds meer leven. En ook bij de lokale gemeenschappen, die gaan zich verenigen. Duurzaamheid wordt iets leuks, het levert wat op ook voor de omgeving. Dus ik denk vooral heel veel lokale initiatieven, lokale bronnen. En dat is ook een beetje het ideaalbeeld natuurlijk. Maar ja. Zo zie ik dat voor me. Ja, en wat is er zo leuk aan duurzaam? Want jij zegt het wordt iets wat leuks. Wat is zo leuk aan duurzaam? Het levert wat op. Dat is leuk. Kijk, ja. Het is natuurlijk het is niet zo leuk als het bijvoorbeeld in je achtertuin komt. Maar duurzaamheid levert ook wat op. Het levert ook geld op. Het levert werkgelegenheid op. Het is gaaf om ermee bezig te zijn. En natuurlijk het hogere doel. We willen toch met z'n allen van de fossiele brandstof af. Absoluut. Dus daar moeten we wel naartoe. Want jij wordt er in ieder geval heel enthousiast van. Ik word er heel enthousiast van, ja. Dus ja, als we dat enthousiasme over kunnen dragen aan iedereen in Nederland en ook daarbuiten. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Kan ieder dorp hieraan meedoen en zo ja, hoe dan? Ja, dat kan zeker. Ja, er zijn heel veel energiecoöperaties bestaan al. Daar kun je gewoon bij aansluiten. Kijk eens bij je in de buurt, energiecoöperatie, en dan typ je je dorp erbij in. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Als het er nog niet is, kun je zelf een coöperatie oprichten. Dus ga aan de slag met een aantal mensen die daar ook blij van worden. En hoe doe je dat dan? In principe richt je een coöperatie op bij de notaris. Dat is allemaal een beetje het saaie ervan. Ja. Maar het gaat vooral om een aantal mensen bij elkaar krijgen die blij worden van duurzaamheid. Nou, dan ga je bij je in de buurt kijken. Is er een boer die zijn dak ter beschikking stelt of een stukje grond? Ja, zo, dan komen er nog een aantal dingen kijken. Financiering, vergunningen. Ja, dan moet je gewoon met z'n allen mee aan de slag. En dan kun je gewoon een mooi project realiseren. Want wat verandert er dan voor een bewoner of voor dorpsbelang? Nou, het mooie is, als je lokaal zo'n bron realiseert, is dat je en je eigen stroom dus opwekt. Dus je kunt aanwijzen van, hé, hier komt mijn stroom vandaan. Maar er zitten natuurlijk ook financiële voordelen aan. Je stroom kan goedkoper worden, bijvoorbeeld doordat je energiebelasting terugkrijgt. Het levert geld op voor het dorp, waarmee je het dorpshuis kan opknappen. Of bijvoorbeeld openluchtzwembad kan opknappen, noem maar op. Echt iets zie je dat nu ook gebeuren? Ja, al het geld wat eigenlijk wordt gegenereerd door de coöperaties. En ook als je dus klant wordt bij Energie van Ons, dat geld stroomt ook weer terug naar de coöperaties. Daarmee gaan ze weer nieuwe projecten starten, inderdaad dorpshuizen opknappen. Vogelkijkhutten, noem maar op. Als het maar leefbaarheid of duurzaamheid is. Nou, dat is wel tof. Ja. Ik wilde je eigenlijk net gaan vragen, kan het als bewoner van een dorp financieel wel uit? Maar dan geef je eigenlijk al antwoord op die vraag. Ja. Het levert gewoon voordeel op je stroomrekening. Ja. Dus dat is natuurlijk geweldig. Dat is top. Ja. Ik ben voor. Hey, er zitten nu vast mensen te kijken die denken van, nou, ik zou zelf ook wel willen verduurzamen. Wat zou dan een goede eerste stap zijn? Ja, ik zou zeggen, kijk eerst thuis wat je kan doen. Hè? De makkelijke dingen, doe ledlampen, noem maar op. Ja. Maar kijk vooral ook naar je dorp of naar je wijk. Van, hey, hoe kunnen we samen nou een extra stap maken? Kunnen we bijvoorbeeld de lokale supermarkt verduurzamen met z'n allen? Dat dak bijvoorbeeld gebruiken om extra zonnepanelen neer te leggen? Kunnen we iets met warmte? Kunnen we samen nadenken over van het gas af? Nou ja, dat soort dingen. Als je daar samen met een dorp of wijk over gaat nadenken, kom je denk ik toch tot nieuwe ideeën, nieuwe impulsen, nieuwe bronnen, noem maar op. Dus ik denk dat is denk ik een mooie stap om te maken. En als mensen nou toch wel denken van, daar loop ik toch wel een beetje in vast. Kunnen ze dan ook een beroep op jou doen? Ja, zeker. Je kunt me altijd bellen. Ik leg je graag uit hoe het allemaal werkt. En waar kunnen ze jou bereiken? Via Energie van Ons. Via energievanons.org. Daar kun je onze contactgegevens vinden. En laat vooral weten van, ik ben op zoek naar Wouter. Help. En dan doe ik dat graag. Dus dat is het enige wat je in doet te tikken. Ik ben op zoek naar Wouter. Help. Oké, Wouter. Dankjewel dat je was, man. Geen tof probleem. Oké. We gaan gelijk door en we gaan kijken naar een filmpje van Moby Noord.
Goed filmpje, Han. Ja, lekker hè? Lekker muziekje. Ik heb hem al te vaak gehoord, hoor. Met een elektronische drone gemaakt, denk ik. Ja, die is met een drone gemaakt, ja. Om het mooie groene landschap te laten zien van Groningen en Drenthe en Friesland. Dat is wel gelukt. Is gelukt, hè? Deelauto zonder bezit. Dat klinkt voor mij toch een beetje spannend. Een beetje onwennig. Ja, het is net als de eerste keer. Hè. Je moet even wennen. Hè. Je hebt de telefoon nodig om die. Ze vroegen net, ja, we willen straks testrijden. Heb je de sleutel? Ja, dit is mijn sleutel. Ja, maar dat wil ik vragen. Hoe werkt het nou precies? Ja, nou, je kan op de scooter bij Theo, maar je kan in de auto stappen bij mij. Ja. En dat betekent dat je een account aanmaakt in de Mobi-app. Dus je downloadt eerst de app? Ja, download de app. Dan willen wij natuurlijk weten wie je bent en dat je een rijbewijs hebt. Ja. En dat wordt gecheckt. Dat kan binnen een paar uurtjes. Ja. En vervolgens kan jij een auto zoeken in je omgeving. En we staan al in Leeuwarden, we staan in Assen, we staan in Groningen, Westerkwartier. Dus er rijden al wat rond in Noord-Nederland. Hoeveel auto's hebben we het over? We hebben het over 16 auto's op dit moment. 16 auto's. Ja. En ja. Ik woon zelf in Augustinusgade, dat is bij Buitenpost. Ja. Als ik nou zo'n auto wil rijden, wat moet ik dan doen? Ja, als je de app hebt, kan je hem reserveren. Ja. Dus ik zeg, nou, ik wil vanmiddag rijden. Ik heb zelf net ook een reservering aangemaakt vanuit Bedum. Dan zeg ik, ik wil die tijd rijden, dan verwacht ik terug te zijn. En ik reserveer hem en hij is voor mij. En als ik bij de auto kom, slide ik en vliegt de deur voor mij open. Oké, okay. En hoe kom ik dan uiteindelijk bij die auto? Ja, dat ligt eraan waar die staat. Ja. Wij werken, je hebt Wouter hier geweest, wij werken met energiecoöperaties samen. Wij vinden die lokale binding heel belangrijk. Dus als een energiecoöperatie zegt, hey, wij willen een deelauto in ons dorp, dan gaan we dat met hun regelen. Okay. En dan komt hij in het dorp waar genoeg belangstelling is. Ja. Dus dan kunnen er meerdere mensen in het dorp gebruik van maken. En die nemen een abonnement. En het abonnement kun je per maand wisselen. Dus op die manier kun je ook een beetje je kosten bepalen. Ja, maar je hebt geen bezit meer. Nee, dat is op zich wel... Zorgeloos. Wij wassen hem voor je. Ja. Ik ben net nog de wasstraat geweest. Ja. Was nodig? Ja, was nodig. Oh, okay. Ja, het is vies weer. Ja, dat geeft niet. Hey, wat zijn dan de kosten als we dan even globaal kijken? Ja, dat varieert. Hè. Dus als je geen abonnement hebt, dan betaal je 5 euro per uur. Dat is een beetje een hoog bedrag. Maar als je wel een abonnement neemt voor 125 euro per maand, daar kan je geen eigen auto voor rijden. Betaal je 19 cent per kilometer en 50 cent per uur. Goh. He, dus een uurtarief en een kilometertarief. En je rijdt elektrisch? En je rijdt volledig elektrisch, zorgeloos, ook voor het milieu. Ja. Super cool. En dat rijdt heel lekker. Ja, dat is verslavend. Na die eerste keer is het echt... Ja, wil je niet meer, je wilt niet anders meer. Had ik ook, hoor. Na de eerste keer. Maar los daarvan. Ik weet niet waarom ik dit eigenlijk zeg. Ik ook niet. We zitten natuurlijk nog in die coronaperiode. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, de ene stap uit en de andere stap in. Ja, dat is een beetje... daar zijn allerlei ideeën over, over die verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid, maar eigenlijk is het je eigen verantwoordelijkheid. Ligt er een dertaldoekjes in de auto? Of? Nee, we adviseren mensen als ze dat willen, dat zelf mee te nemen. Je moet natuurlijk als je nu met z'n tweeën in de auto zit ook een kapje dragen. Ja. Maar eigenlijk gaat er even vanuit als iemand daar extra alert op wil zijn, dat hij het zelf even schoonmaakt. Wij zorgen dat de auto van buiten schoon is. En als je het wil, kan je hem zelf van binnen schoon houden. Top. Nou, we gaan zo meteen even naar jou te kijken. Ja, is goed. Ik heb hier Theo nog staan. Ja. Theo Huibrechts van Go Sharing. Ja. Super gaaf. Ik heb even gekeken. Hoe werkt Go Sharing? Want we hebben het net al even met Han, die had het over een app. Ik denk dat dit ongeveer een beetje hetzelfde werkt. Ja, wij werken eigenlijk op dezelfde manier. Je downloadt de app, je registreert jezelf met rijbewijs. En vervolgens kun je elke scooter die ergens staat, kun je gebruiken. Dat kun je ook reserveren van tevoren. En op het moment dat je hem gereserveerd hebt, je komt bij de scooter, dan druk je op start en dan hoor je een geluidje, gaan de lampen aan en kun je gewoon rijden. Bizar. Vervolgens kun je rijden waar je wil. Je kan zelfs hier vandaan naar Leeuwarden als je dat prettig vindt. En dan kun je hem gewoon uitzetten. En als je later met van een vriend, actieradius, neem ik aan. Ja, we hebben actieradius van tussen 100 en 140 kilometer. Afhankelijk of dat de grote of kleine batterij is. Maar dat is direct te zien. Als je dus de app hebt en je selecteert een scooter, kun je ook al zien dat die scooter die je dan geselecteerd hebt, hoeveel kilometer die kan. Dus je zegt, nou, hij kan nog 40 kilometer, maar dat vind ik niet veilig genoeg. Ik pak er eentje die 100 kilometer kan. Nou, dan kun je daar prima mee naar Leeuwarden. Hm. En in Leeuwarden kun je net zo makkelijk weer met de trein terug of met een vriend mee terugrijden. Kun je gewoon de scooter daar achterlaten. Ja, maar je laat de scooter daar achter. Ja. Ja, ik stap in, bij de post stap ik hier op de scooter, ik rijd naar Leeuwarden en dan is die accu leeg. Ja. Hoe gaat het dan met oplaadpunten? Ja, wij hebben geen oplaadpunten. Wij hebben Power Rangers, noemen we die. Dat zijn meestal studenten uit de steden hier. Die op gezette tijden een triple meenemen. Dat is een driewiel elektrisch aangedreven voertuig. En die gaan daarmee accu's wisselen. Dus wij laden de accu's. We hebben hier een vestiging ook. We laden de accu's met groene stroom. En die worden vervolgens met een groen voertuig ook weer gewisseld.
Want ja, dat snap ik, dat is hartstikke mooi. Maar wat is nou het voordeel van GoShare? Want je zegt net ook, je kunt makkelijk in Leeuwarden met de trein terug. Want je zou ook kunnen zeggen, laat die scooter maar staan. Ik ga gewoon met openbaar vervoer. Ja, nee, maar dat is het voordeel ervan. Je hebt dus geen enkele verplichting. Als je de app hebt, dan kun je hem gebruiken wanneer je wil. En ook in alle steden. We zijn op dit moment operationeel in 21 steden. En daar komt Apeldoorn en Amersfoort bij volgende maand. Dus dat betekent gewoon, als je de app één keer hebt gedownload en je komt ergens in een stad, denk hey, ik stap uit de trein. Dat is toch handig, ik neem een scooter mee. En de ja. NS heeft zelfs nu een koppeling met ons. Dus als je in de trein zit, mag je al een half uur tevoren reserveren. Okay. En dat betekent dat je komt op het station, pakt zo'n scooter mee, je doet je ding in de stad. En je zet hem weer weg waar je er vanaf wil, om het zo maar te zeggen. Ja, en als je schade hebt, ben je dan verantwoordelijk? Als je schade hebt, ben je zelf verantwoordelijk natuurlijk. Hè. Als je het ook zelf hebt aangericht. Als je aangereden wordt door een auto, is het natuurlijk wat anders. Kun je ook op de app kun je gewoon de schade melden. Ook als je bij diefstal? De scooter. Ja, diefstal hebben we eigenlijk weinig last van, omdat de scooter beveiligd is. En daar is zeg maar de gebruiker niet verantwoordelijk voor. Dus als jij hem ergens parkeert en vervolgens kom je buiten en hij is verdwenen. Nou, dan kan het zijn dat een andere gebruiker hem meegenomen hebt. Maar als jij hem geparkeerd hebt en hij is gestolen, kun je dat ook in de app weer gewoon melden. Van ik had hem gereserveerd, maar hij is er niet, hij is gestolen. En wat kost het? Ook wel even belangrijk natuurlijk. Ja, de kosten die zijn zeg maar, als je gewoon een bruto gebruiker bent, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus sporadisch een keer rijdt. 29 cent per minuut dat je rijdt. En vervolgens hebben we eigenlijk geen vaste kosten, geen opstartkosten per rit of zo. Je kunt gewoon vrij de scooter pakken en gebruiken. Op het moment dat je het zakelijk gaat doen, hebben wij pakketten, dan kun je zelfs tot 14 cent per minuut. Dus dat scheelt is meer dan de helft dat je voordeel hebt, ja. Dus een soort scooterlease, als het ware? Nee, eigenlijk is het gewoon dat, je moet je voorstellen dat bedrijven, ik ben hier ook met een zorginstelling bezig in Groningen, die kunnen zeg maar bij ons een abonnementje nemen. En geven dan minuten weg aan de personen die daar werken. En die kunnen dan dat gebruiken voor woon-werkverkeer of voor ambulante hulp of dat soort zaken. En dan heb je geen vaste kosten en je hebt alleen maar kosten als je de scooter gebruikt. En die zijn dan ook nog, omdat je een abonnementstarief hebt, heb je een hele lage prijs. Ja. Heel tof. En als laatste, 18 augustus was voor jullie een belangrijke dag. 18 augustus was voor ons een belangrijke dag? Ja. Ja, dat kan, ik weet het niet. Hadden jullie 1 miljoen ritten? Oh, ja, dat klopt, ja. Ja, dat zijn we weer vergeten, want we zitten al naar de 2 miljoen te kijken. Dus ja, mooi, het gaat heel hard, ja. Ja. We zijn 1 september begonnen vorig jaar. En dan is in Eindhoven. En uiteindelijk zitten we nu in 21 steden, dus gaat heel hard. Eindhoven de gekste. Ja, daar moet je beginnen, hè? Ja, zeker. heb je ook een scooter mee of niet? Nee, ik heb geen scooter mee, want ik was vrij laat. Ik kom uit het zuiden om hier dit interview te doen. Ja, natuurlijk. Maar ik heb wel begrepen dat ik met een auto van Han mag rijden. Nou, dus dat is wel benieuwd. Leuk. Ik zou het delen. Ja, dat is ook zo. Ik zou zeggen, we gaan naar buiten en we gaan naar die auto's kijken. Mooi, dankjewel. Oké dan. Nou. Dus, en ik weet niet of jullie er zin in hebben, maar jullie kunnen gewoon mee. Even kijken, ja. Volgens mij moeten we hier langs. Hier staan, als het goed is, 4 auto's voor ons klaar. Is het regenachtig of valt het mee? Voor de zekerheid staan we droog. Oké, voor de zekerheid staan we droog. Even zien, we hebben een... Ja, we hebben een carver hebben we staan van Boogie Non. En een deelauto van Han, de Mobi. En we hebben de Corsa E of de E2008, dat weet ik niet precies. Maar die zou zijn van Haima. En we hebben ook nog een auto van Friesland Lease. Nou, we gaan beginnen met de carver, als ik me niet vergis. Ja, dit is de carver, absoluut. Tjonge, jongen, kijk eens even. Nou. Ah, goeie. Hey, goeie. Alles goed? Ja, zeker. Ah, dit is toch wel apart, of niet? Ik voel me een beetje Batman. Ja. Een soort Batmobile. Ja. Down. Ja, ik snap het helemaal. Hey, heb jij je vaker in gereden, Gert-Jan, of niet? Nee, dit is net het eerste stukje wat ik gedaan heb. Ja. Het is wel heel bijzonder, want je beweegt natuurlijk helemaal heen en weer. Ja, het is een soort scooter met een dak erop, als het ware. Scooter met dak erop, dak kan er ook af. Ze zijn ook als cargo-model. En het is volledig fossielvrij natuurlijk. Ja. Oké. Okay, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, ik zit nou niet... Ik moet eigenlijk dit gaan doen, maar goed, dat maakt ook allemaal niet uit. Maar goed, ik zou zeggen, Gert-Jan, gas geven met het oude ding. Ja, gas geven met het oude ding. Hoppakee, ja. Ah, dit is toch wel fantastisch, of niet? Een scooter met een dak erop. En wie hebben we hier? Sjo. Hi, ma. Al goud? Alles goud, ja zeker.
Heb jij hier eerder in gereden of niet? Niet in deze. Nee, nee deze... Dit is een E2008? Jij zegt het. Volgens mij wel. Ja. Mooi man. En dit is eentje van voor het lease, of niet? En is deze ook voor delen, of weet je niet? Hij zal ook vast deel kunnen worden, maar of hij dat al is, dat weet ik niet. Weet je niet. Nou, ik zou zeggen, gas op die lolly. En wat hebben we hier? Dit is ook iets moois. Nou, dit is toch fantastisch, of niet? Ja. Is dit de eerste keer dat je erop zit? Het is de eerste keer. Het is nog even wennen met een rokje. Maar ik hoorde dat ze ook een vrouwenmodel hadden. Dus... Oh, ja. Dat is wel prettiger natuurlijk. Heb je al een stukje gefietst of was dit echt het allereerste stukje? Dat is het allereerste stukje. Oké. Okay. Maar moet jij geen helm op hebben bij deze prachtige fiets? Ik denk wel. Volgens mij gaat hij hartstikke snel. Ja. Dus, Ik zou zeggen, laat even zien hoe hard hij gaat. Ik ga proberen. Ja. Voorzichtig, hè? Ja. Ah, cool. Hallo, hi. Friesland Lease. Ja, dat is een waterstof. Deze auto rijdt op waterstof. Ja. En is dat dan anders dan elektrisch rijden? Nee, het is hetzelfde, want het is gewoon een elektromotor. Alleen er zit een brandstofcel in en dat, daarmee maak je dus eigenlijk stroom. Maar hoeft die dan niet aan de lader? Nee, je tankt gewoon waterstof en daarmee kun je rijden. Bizar, hè? Ja. Dus als ik dan goed begrijp, dan sta je eigenlijk aan de pomp, als het ware. Je tankt en je kunt rijden. En waarom is het dan zo dat we deze nog zo weinig hebben? Ja, omdat er met de technologie volgens mij nog wat moeilijkheden waren. Maar in elk geval wordt de beschikbaarheid nu steeds groter. En ben jij een voorstander van de waterstofauto? Nou ja, het is een van de oplossingen, denk ik. Maar daarin heb je verschillende soorten mixes nodig. Ja. Maar ik bedoel, wat betreft de elektrische auto moet je laden. Ja. En waterstof kun je eigenlijk gelijk tanken en rijden. Ja, dat is wel makkelijker, hè? Ja. Ja, ik heb zelf een gewone elektrische auto. Ja, dat is ook wel prima. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat begrijp ik ook. Maar dan moet je wel af en toe naar de accu. Ja, moet je wel s'nachts aan de lader zetten in elk geval. Ja. Okay. Nou, rij voorzichtig. Ja, even een stukje proberen. Hebben we nog meer? Oké. Oké. Nou. Oh, ja, natuurlijk. Oh, dit is de deelauto. Kunnen we daar dan naartoe komen met de camera of is dat heel omslachtig? Moet ik erin zitten? Oh. Ik denk, ik moet er even in zitten. Dat had ik met alle liefde gedaan natuurlijk. Dit is dus de deelauto. De deelauto die gaat nu, gaat Theo nou inzitten samen met Han. Ze hebben net even met de app hebben ze de deur opengezet. En ze gaan nu gas geven. Ja, dat klinkt eigenlijk allemaal hetzelfde, hè? Het is gewoon allemaal hetzelfde. Allemaal stil. Wat zeg je? Het is alleen geen gas. Nee, je hebt dat gevoel dat je gas moet geven, maar dat is het gewoon niet. Je zou zeggen, hij wordt nu gestart, maar hij staat gewoon al aan. Ja, nou daar gaan ze. De deelauto van Han. Samen met Theo van GoSharing. Ik vond het mooi. Oh ja, dat kan ik ook nog wel even doen. Gert-Jan. Ik moest even vragen hoe het was. Hoe was het? Het is een fantastische ervaring. Ik begreep dat zo'n ding iets rond de 10.000 euro kost. Nou, ik denk, dan heb je toch een hartstikke leuk ding voor de fun. Ja. Kun je mooi met de kids op de zondagmiddag een beetje gek doen. Als je nou een motorfiets koopt of je koopt zo'n ding, dan ben je echt super duurzaam bezig. Ja. Dus ik zou dan voor zo'n mooie caravan gaan op elektrisch. Dus bij deze heb jij deze caravan gekocht? Hij is verkocht. Nou jongen, hartstikke goed. Ja, ik ga weer gewoon verder jongens. Rustig aan hè, dankjewel. En? Ja, dat is ongelooflijk. Dat is Gert-Jan, hè? Die is altijd een beetje... Precies. Ja, traag van waterstof. Ja. Hey, hoe rijdt dit? Ja, super. Ja, dit rijdt fantastisch. Ben jij elektrische auto gewend of niet? Nee. Ik ben vandaag wel met een elektrische auto, toevallig. Maar nee, ik ben het niet van mezelf elektrisch rijden. Nee, dat maakt ook niet uit. Wanneer kan nog komen? Ja, oh nee, ik ben wat dat betreft wel om. Ja. Ja, het rijdt super stil en trekt hartstikke snel op. Ja. Dus nee, dit is wel de volgende auto. Oké, man. Hey, dankjewel. Dank je. En? Het fietst heerlijk. Ja, hè? Ja. En hoe snel ging je? Nou, ik zag hem wel even boven de 20, 25 heeft het bijna gehaald. Dus ja. Als je iets meer ruimte hebt, dan kom je er even slink boven uit, denk ik. Precies. Nou, hey, dankjewel dat je de fiets wilde proberen. Ik zou zeggen, neem hem lekker mee naar huis, joh. Ja, hè?
Nou, Marielle. Ja, dat valt wel. Ja? Ja. Je beter dan je eigen elektrische? Nee, ik hou van mijn eigen Renault Zoe, hoor. Ja. Okay, ja. Je kunt eigenlijk niet echt verschil voelen met elektrisch. Ik vroeg het je net ook al, maar je hebt net even een stukje gereden. Nee, het is gewoon net zoals een gewone elektrische auto. Maar ja, dan een andere manier van laden, zeg maar. Ja. Ja. Dus jij ziet eigenlijk, jij zou het wel te gek vinden dat heel Nederland besluit om elektrisch of op een waterstofauto te gaan rijden. Ja, lijkt me een goed idee. Oké, okay, bij deze. Hé, hey, dankjewel hè. Ja, die... Kijk, hier zijn we dan. Ja, dat gaat natuurlijk niks boven jouw scooter, Theo. Nou, de scooter is fantastisch, maar het regende net enorm. En dan is zo'n deeltijdauto toch ook wel ideaal, moet ik zeggen. Ja, dat begrijp ik. Ja, begrijp ik. En... Maar fantastisch, want ik moet zeggen, ik had nog niet in de Peugeot gereden. Het is een elektrische Peugeot. Hij doet het fantastisch. En je hebt niks nodig, geen sleutel, niks. Je komt aan en de deur gaat open. Je kunt instappen, je start hem en rijden. En Han, is dit dan in Eindhoven? Is, dan ook, is daar de deelauto ook al? Eindhoven nog niet. Daar rijden wel andere deelauto's, maar we zitten al wel bij Arnhem en Nijmegen in de buurt. En naar Emmeloord gaan we volgende maand. Dus even kijken of die het doet. Moet je even over luisteren. Kijk. Slide. Kijk eens aan. Sliden op de telefoon en de deur gaat open of dicht. Kan je hier ook zien wat Theo ook zei, net als bij de scooter, hoeveel bereik die nog heeft. Ja, waar die staat. Ja, super gaaf. Super gaaf. Maar ik vind wel, jullie zitten nou toch samen in die auto. Ik zou een beetje sparren over een deelauto van Han in Eindhoven. De apps kunnen misschien straks met elkaar praten. Dus dan stap je van de scooter zo in de deelauto. Ja. Van de deelauto in de scooter. Nou, dat zou ik doen. Hey jongens. Dat zijn mooie mogelijkheden. Dat wou ik zeggen. Hey, dankjewel hè. Dank, jou de mazzel. Oké, filmpje kan. Ja, we gaan naar een filmpje kijken. Dit is de Goupil. Dat is een elektrische oplegauto. Dus met een platte bak. Waar wij dus de materialen op doen. Beide zijn voorzien van een elektromotor, dus geheel elektrisch worden ze aangedreven. Zowel de auto, de Goupil, als de trailstamper. De gemeente Groningen die wil in 2025 een hele grote reductie doen in CO2-uitstoot. Dat is hun doel, daar stellen ze een bepaalde eisen aan. En zo is ook dit project, is er onderdeel van, dat de gele steentjes voor een groot gedeelte uitgevoerd moeten worden met machines die elektrisch worden gevoed. Hier hebben wij een elektrische shovel. Dit is een van de eerste machines die op deze wijze worden gebruikt. Ik denk in de wegenbouw dat het niet heel frequent voorkomt. We zijn gewend met dieselmotoren te werken, met brandstofmotoren. Maar en op een gegeven moment begint iedereen in te geloven. Maar ja, het kan wel. Het is zo uit. Het is net een accu van een accuboormachine. Iets dan iets groter. En hoe lang kan die erop? Deze kunnen om en bij een half uur aan maximale vermogen, zeg maar, de trailwerks mee doen. Ja. Je kunt erbij praten, kwamen we net achter. Dus het maakt niet heel veel lawaai. Oh. Dat is ook wel een pluspunt. Ja. Voor de mensen in de stad. Voor de mensen in de stad, ja. Aan het einde van de werkdag gaan onze machines weer naar het depot. Waar ze opgeladen zullen worden. En zodat wij de volgende dag weer de volledige opgeladen machines aan het werk kunnen gaan. Hier komen aan het einde van de dag de machines weer te staan om ze weer op te kunnen laden. Zoals je ziet, de laadpunten die wij hier hebben aangebracht de afgelopen weken. De machines worden als het ware, zeg maar, zo ingeparkeerd. Zodat ze 's ochtends weer voldoende stroom hebben om weer een productie te kunnen draaien. Hey Berden, was jij dat ook in de video of niet? Klopt. Ja. Klopt. En je ziet er nou wat bruiner uit, lijkt het wel. Ja. Ja. Heb je hem lekker in de zon gezien? Ja, heerlijk. Heerlijk. Goed zo. Mooie dagen. Ja, inderdaad, ja. Hey Ben, jullie konden tijdens de stikstofdiscussie kon je gewoon doorwerken. Hoe heb je dit gedaan? Ja, door de gebruik te maken van de elektrische machines die wij sinds een jaar hebben. En dan kun je op locaties aan het werk waar je normaal niet aan het werk kunt gaan. Met de uitstoot daarvan. Ja. Dus daar maken we gebruik van. Want jullie hebben een jaar geleden besloten, we gaan over op elektrisch uitvoerende machines. Ja, indien mogelijk, zeg maar. Ja. Vooral de uitvraag in Groningen kwam aan bod. En daar hebben wij al volledige elektrische machines ingezet. Ook wel andere locaties in de landen. Maar voor Groningen is wel de eyecatcher op dat vlak geweest. Het is niet zo dat wij niet meer alleen maar elektrische machines hebben, want dat is ook een utopie. Dat is absoluut niet mogelijk. Nee, oké. Maar Groningen is wel daar op dat vlak wel... Het is een stuk stiller natuurlijk.
stuk stiller. Dus, ja, dat, dus als jullie om 7 uur met een trilplaat beginnen, dan heb ja, je krijgt nu andere klachten. Hè? Iedereen heeft wel eens wat te piepen en te mokken. Maar ja, nu is het dan de achteruitrijzoemer van de show van Mark Lawaai. Ja, die, normaal hoort hij niet. Nee. Maar nu hoort hij wel. Dus, ja. Maar goed ook dat je hem hoort. Kan niet uit. Nee, dat kan niet, want dan komt er iemand onder. Precies, dus, ja, ook zeggen. Hey, ik zag zo'n trilplaat. Een half uurtje, ja. Maximaal vermogen. Ja. Hoeveel accu's heb je daar nodig op een dag? Ja, veel. Nee, ja, maar goed. Ik weet niet hoeveel uur je nodig hebt. We gebruiken... frequentie zoiets gebruikt. Precies, het is niet constant dat je een half uur achteraan één gesloten die machine gebruikt. Dus meestal even, elk staat er maar een ploegje. We hebben drie ploegen in de stad. We hebben ongeveer drie accu's bijen voor het... Dus per dag klussen, zeg maar, drie accu's mee? Ja, per ploeg. Dus 9 accu's per totaal. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, prima. Hey, en kun je dan wel een hele dag draaien met zo'n elektrische shovel? De eerste niet. Dat viel tegen. Dat was 5 à 6 uur. Okay. Maar de ontwikkeling gaat zo snel dat wij nu machines hebben aangeschaft die dat wel kunnen. En dus ja, dat is wel een groot voordeel. En waarom kunnen deze machines wel in tegenstand tot de andere? Betere accu's. Het heeft echt puur met de accu duur. Kijk, je moet wel nagaan. Die machines tillen wel een... pak stenen op in onze branche dan van 2500 kilo. Ja. Ja, die gaan niet door de lucht omhoog. Nee. Dus daar gaat veel energie in verloren. Nee, mee verloren. Ja, en dat dan gaat het heel snel de accu duur achteraf. Want we hebben een bedrijf bij ons in de buurt die doen dingen met hout. En die hadden vroeger altijd een heftruck op een gassteentje achterin. Ja. Volgens mij, ik weet niet of het gas was, maar het maakt er niet van uit. Maar die hebben nu een elektrische heftruck. Ja. Maar die zei, hij is veel sterker. Ja, zeker. Dat is echt een groot voordeel. Ja, je trekt vermogen. Dus stiller en sterker. Stiller en sterker, ja. Ja, ja, ja. En je hebt ook nog een project in het centrum van Groningen bij Forum, volgens mij. Klopt. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, dat is wel een uniek project, hè, bij het nieuwe Groningen Forum. Daar moeten wij de natuursteen aanleggen. En dat gaat ook volledig elektrisch. Dus dat is ook wel een eyecatcher. Ja. Wat wel een bijzonder project is in de omgeving. Want de Forum is toch een heel bijzonder gebouw. Ja, hè? Het is niet een oud gebouw dat met een nostalgische bouw met muren. Is dat een plek van boven Jan ongeveer? Ja. Tegen achter de Fennikat. Ja. Nieuw Merkshotel. Dus dat hoek, die hoek. Ja, daar. Te gek. Ja. Hey, en lopen er op dit moment nog projecten, emissievrije projecten? Lopen die er nog? Ja. Zeker, de gemeente Groningen is daar wel uniek in. Dat is wel een compliment naar hun toe. Ja, als we toch een complimentje zijn. Is dat zijn. Door Nienke Homma of valt het mee? Die ken ik dan niet, maar er zijn meerdere die daar... De gemeente staat in Nederland bekend als innovatief. Daarop inspelen. En ja, dat doen ze wel met meerdere werken waar jij interessant... En kom je nou niet ook nog terecht op andere gebieden in Nederland? Die dan zeggen van, goh... Nou, je moet de investering ook niet achterwege laten. Want als wij, doordat wij dit hebben kunnen doen, wij zijn een gezond bedrijf, maar er is wel meer dan 1 miljoen euro mee gemoeid dat wij moesten investeren voordat wij dit kunnen uitvoeren. Ja. Kijk, en dat zien mensen misschien niet zo snel. Nee, dat klopt, maar de gemeente Groningen is dan zo uniek dat die de mogelijkheid hebben om de prijs daardoor iets omhoog te doen, dat de bedrijven kunnen investeren. Ja. Kijk, en als je anders was het niet mogelijk. Anders niet. Nee, absoluut niet. Ik heb geen meer dan 1,2, 1,3 miljoen liggen die wij daar machines voor kunnen kopen. Nee. Dus dat is het hele, een machine, wat normaal is een 2/3 duurder. Kost meer dan aanspraak. En als er nou bedrijven zijn die nog niet emissievrij zijn, hoe kunnen die ervoor zorgen dat ze dat wel worden? Heb je daar dan tips voor? Of dat je zegt van, laat ik naar iemand in je keuken kijken? Nee hoor, nee. Want de aanbesteding in onze branche is zo dat je de mogelijkheid hebt als bedrijf, als je uitgenodigd wordt of je een openbare aanbesteding is onderhands, dan is het wat lastiger, maar als je openbaar bent, dan kun je meedoen. Je kunt fictieve korting krijgen op je inschrijf aanbiedsom. Het is maar net hoe ver je wilt gaan. Ja. Je kunt al inschrijven, dan krijg je de meeste aantal punten, dan krijg je de meeste hoogte fictieve korting op je aanneemsom. Dan doe je het waterstof. Maar ja, als ik een vrachtwagen koop van de waterstof, kan ik 3 nieuwe vrachtwagens diesel van kopen. Bizar. Ja. Ja. Maar we moeten wel die kant op. Klopt, absoluut. We moeten mee. We moeten wel die kant op. Maar er gaat wel meer mee gemoeid dan menig één denkt. Ja. En dat is wel echt een besef. Wij zijn dan de mogelijkheid om dat te kunnen. Maar we zijn er wel achter gekomen dat het heel veel geld kost. En als je nou terugkijkt, zou je het dan alsnog hebben gedaan? Ja, dat wel. Ja. Dat wel. Wij, en toen was het dat wij...
konden met hun meegaan. Hè. Hun werd aangeboden en nu een keer bij het om, van nu bieden wij het aan. Ja, dat is natuurlijk ook gaaf. En dat heeft is, kwam geeft ook een beetje gevoel van trots, denk ik. Absoluut, en dat kan ook alleen omdat wij nou ja, daar hebben op ingespeeld en dan kunnen we nou net andersom werken. Ja. Ja. Ik zie je ook wel een beetje trots in het filmpje als ik heel ben. Nou, we zijn wel trots. Ja. Eerst was iedereen toch wat pessimistisch, maar ja. Nu is iedereen wel trots. Toch blij dat jullie doorgedrukt hebben. Ja, ja zeker. Oké, okay, Ben. Bedankt, man. Fijn dat je hier was. Alsjeblieft. Super tof. En succes. Ja, dat okay. Denk ik wel. Hé, hey, we gaan volgens mij naar Dick Huisman. Dus Dick, je mag erbij komen. En dat is volgens mij tevens ook onze laatste gast, als ik me niet vergis. En Dick Huisman, jij bent van Drents College. Je mag hier wel staan, hoor, wat mij betreft. Ja, klopt. Dus volgens mij op de voorreep ben je er toch. Dus daar vind ik hartstikke leuk dat je er bent. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, nou, dat is wederzijds. Ja. Ja. Hey, de jeugd is de toekomst, maar is waterstof dat ook? Ja, dat vraag je mij. En als je een persoonlijk antwoord wil, dan denk ik inderdaad dat waterstof de toekomst is. Dat zal waarschijnlijk een combi zijn met elektriciteit. Ja. Als je het hebt over mobiliteit, hè, want dat is de opleiding waar ik voor Drenthe College in ieder geval voor werk. Ja. En waterstof wordt is wat dat betreft nog klein. Elektrisch is natuurlijk veel groter. Maar hoe kan dat dan? Nou ja, ik denk dat sowieso waterstof heeft natuurlijk wel een bepaalde, er zit nog een bepaalde angst omgegeven met op het thema. En er is natuurlijk in het verleden ook al eens wat gebeurd. En men moet denk ik zien op een gegeven moment dat het heel veilig kan. En voornamelijk als je waterstof produceert, dan is het gewoon heel fijn dat het op een groene manier kan. En dat wordt steeds beter zichtbaar. Ja. Fabrikanten die van auto's op een gegeven moment haken daar ook steeds meer op in. Maar het is nu nog een beetje kip-ei, hè, want er zijn eigenlijk op een gegeven moment nog maar heel weinig tankstations waar je waterstof kunt tanken. En daarom zijn er op een gegeven moment nog te weinig auto's. En als er te weinig auto's zijn, dan komen er geen tankstations. Nee. Dus dat moet doorbroken worden. Nee, precies. Ja, je hebt dus meer auto's nodig om ook meer te kunnen tanken, zeg klopt. Maar. Ja. Ja. En ik net stond een aantal auto's buiten, er was ook één auto op waterstof was erbij. Marielle zat erin en zei ze dan toch, dat voel ik dan, dat zegt zij niet specifiek, maar ik voel dan toch dat zij toch nog steeds verkiest voor haar elektrische auto in plaats van de waterstofauto. Maar hoe kan dat dan? Ja, dat begrijp ik ook niet, want volgens mij op een gegeven moment kun je met een waterstofauto veel meer kilometers rijden. En heb je niet een enorme batterij op een gegeven moment aan batterijen in je auto? Maar heeft dat dan toch nog te maken met dat er in het verleden wel eens wat is gebeurd? Misschien wat u net ook schetst. Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment wel een rol speelt. Want bij mij gaat er bij mij ook zo'n klein belletje rinkelen van er is ooit eens een keer iets gebeurd. Ja, ik weet nog niet eens specifiek wat, als ik eerlijk ben. Ja, ja. U zegt gewoon waterstofauto's gewoon prima en is hartstikke veilig. Klopt. Ja, nou, ze rijden nu op een gegeven moment ook op de weg. Hè. Hyundai is groot. Toyota begint er op een gegeven moment al volop mee. En laat zien, ze mogen op de weg, ze zijn veilig. En je ziet nu ook in de vrachtwagenbranche, daar hadden we het net even over. Een mooi Gronings bedrijf, natuurlijk Holthausen, die daar succesvol in is, samen met de vrachtwagenbouwer. En die zullen ook binnenkort op de weg komen. Dus dat heeft zich al wel bewezen. Want je hoeft niet te laden. Nee, precies. Klopt, gewoon tanken. Ja. Onder hoge druk. En dan heb je de tank vrij snel vol en kun je aan de slag. Ja, ja. Ja, voor mij klinkt dat als, ik ben ook nog muzikant, maar voor mij klinkt het als muziek in de oren. Wat voor mij op een gegeven moment heel belangrijk is. We werken natuurlijk voor een onderwijsinstelling. En of het nou elektrisch is of water is, of waterstof is, op een gegeven moment in de mobiliteit. We hebben natuurlijk straks wel mensen nodig die daar ook mee aan de slag kunnen. Hè? Gewoon monteurs. Ja. Dat is natuurlijk een volledig nieuw vak. Ja. Dat is ook de reden waarom ik het graag in de opleiding wil. En nu ook in de opleiding heb verweven. Dus vandaar dat het thema bij ons wel sterk leeft. Ja. Want dit is ook tevens al de laatste vraag. Maar we hebben het nu even over vrachtwagens en we hebben het over auto's. Maar wat voor mogelijkheden zijn er nog meer met waterstof? Nou, we hadden het net over heftrucks bijvoorbeeld. Ik weet dat er op een gegeven moment partijen zijn die elektrische heftrucks laten ombouwen naar waterstof. Bijvoorbeeld omdat ze daar namelijk een veel langere omgeving duur hebben, dat ze zo'n apparaat kunnen gebruiken. Waterstof, GasUnie is al volop bezig zeg maar, met het ombatterijen van zijn gasnet. En er is sprake van het feit dat er in Hoogeveen bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk komt, die wordt aangesloten op een waterstofleiding. Dus je ziet in de gebouwde omgeving, in de industrie, in de mobiliteit, zie je dat thema steeds meer terugkomen. Nou, ja. Ik vind dat goed klinken, Dick. Dat dacht ik. Super tof. Ja. Hey, hartstikke bedankt dat je hier was. Graag gedaan. En ontzettend veel succes. Dank je wel. Okay. Misschien is het toch nog even goed om even naar de MoveIt app te kijken. Want we zijn nu eigenlijk gekomen aan het einde van deze livestream.
van het fossielvrije weekend. Ik zal hem zelf nog even openen. Maar bij mij komen die kilometers nog niet heel goed tot stand. Misschien dat ik ook zelf iets fout doe, het zou best kunnen. 10.000 hebben we nu. 10.000 kilometer zijn er gemaakt. Ja, daar mag even voor geapplaudisseerd worden. Ik wil iedereen bedanken die aanwezig was. Alle fanatieke, duurzame bedrijven. Super tof dat jullie er waren. Blijf zo doorgaan natuurlijk. Zit je nou thuis en denk je van nou, ik heb die app nog niet gedownload. Doe dat dan alsnog. Want het is heel belangrijk om die kilometers daarop in te voeren. En dat we binnen dit weekend op 1 miljoen kilometers komen. Wat zeg je? Microfoon. Ja, het is heel belangrijk dat we op 1 miljoen kilometers komen. Ja, die microfoon moet ik inderdaad niet vergeten. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Blijf duurzaam en blijf ook gezond. Tot de volgende keer. Hoi. Ik heb daar zin in. Sorry, ik heb niet verstaan. Welke weken? Ik weet niet waar het is. Het zegt me niks. De wat? De fossielvrije weken. De fossielvrije weken? Oké, dat is mooi. Wat is dat precies? Maar je hebt er nog nooit van gehoord dus? Nee, heb ik nog nooit van gehoord. Geen idee. Nooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord. De fossielvrije weken. Ja, ik begrijp het. Dan moet ik op fiets dus. Bingo! De fossielvrije weken. 2 weken lang reizen door de 3 noordelijke provincies fossielvrij. En de vragen de man en de vrouw op de straat. Doe jij mee? Dat lijkt mij goed. Ik kan prima op mijn fietsje naar het werk hoor. Geen punt. Denk het niet. Ja, natuurlijk doe ik mee. Ja, nee, dan doe ik mee. Ja, ik doe mee. Zou je daar ook aan meedoen? Ja, natuurlijk. Ik doe het altijd. Je gaat altijd met openbaar. Ja, zeker, denk ik wel dan. Ik ben wel in voor een duurzame samenleving en zo. Ja.